Lekker man, wat een nummertje is er jongens. Welkom bij een goed nieuwe livestream, we zijn weer live man. En wat heb ik er weer zin in jongens, ik hoop jullie ook natuurlijk. Welkom al bij de stream, leuk dat jullie met 25 mensen bij zijn. Ik heb jullie weer gemist man boys, hoe is het met iedereen? Als allereerst wil ik even iets zeggen. Voordat ik iedereen ga verwelkomen. Daar is die weer, de Always Gritty, natuurlijk is de Always Gritty weer back. Eén ding wil ik jullie even zeggen boys, één heel gek dingetje. Gisteren sloot ik de stream af met 8064 subs. Oké, weet je, heel lekker. Sowieso enorm bedankt ervoor. Op dat moment ging ik letterlijk... Luister goed. Naar 7988. Heel erg gek. Ineens gingen er 60 subs, 70 subs vanaf. Dus gisteren toen ik de stream was gestopt, was er ineens op 7988 subs. En nu zit ik ineens op 8.1. Ik snap er helemaal niks van. Maar in ieder geval... ja, het zijn wel goede real subs, dus ja, het zal allemaal wel. Dus blijkbaar dan nog iets... Ja, ik heb geen idee wat er gebeurt. Dus YouTube doet weer gewoon gek of zo. Maar in ieder geval, we zitten nu wel op, echt op 8.1k man, boys. Dus dat gaat echt enorm hard. En de gloeispurt richting de 10.000 is dus ingezet, man. Dus dat is helemaal goed. In ieder geval, jongens, welkom allemaal. Leuk dat jullie erbij zijn. Morgen komt er een nieuwe video online. En dat is een hele leuke, want we hebben een heel leuk scenario natuurlijk gespecteerd als staf. En die gaat morgen online komen. En vandaag gaan we gewoon lekker reports doen. En lekker jullie helpen, man. In ieder geval jongens, like even de stream. Abonneer als je nieuw bent. Yo Sjaak, yo Furs, yo Sabir, yo Danny. Yo Jens, leuk dat je erbij bent. Welkom allemaal man boys. Laat het zeker weten, sorry nog zeker wat. Ja. Tenminste zover ik weet wel. Zou ik een skinny set kunnen krijgen? Nou, gaan we heel even kijken waarom je dat wil. Hoi. Yo man. Zeg dus, waarom wil jij een skinny set? Zodat ik mijn huiskleurje zonkel kan maken. Dat is goed. 24 en 33. Kijk eens aan. Yo, dankjewel. Niks anders aanpassen, alleen dat. Nee man, alleen dat. Right. Ja. Is goed. Yo. Yo. Yo Smoke, leuk dat je bij bent. Wie weet vandaag weer wat leuke dingen. Ik ben oprecht benieuwd man. Misschien weet... Wie weet komen er vanavond weer leuke scenario's. Die we gewoon lekker kunnen spectaten als staf. Dat zou leuk zijn man. Broer, gisteren was het echt herres in de avond. Heel veel scenario's, heel veel leuke dingen. Wie weet vanavond weer. Het kan allemaal. Maar leuk dat je allemaal er weer bij zijn jongens. Heel hartstikke gezellig. Vandaag 8.2k. Who knows, who knows. Waarom wil deze keer ons skin reset? Hoi. Hallo. Waarom wil je skin reset? Nou, kijk eens naar mijn neus. Die zie ik niet. Een beetje lelijk, zeg maar, en alles. Iedereen, zeg maar, zit mij een beetje over het pesten en alles. Dus geen boven meer, jawel, jawel. Zoek zo even aanpassen. Ja, momentje. Ik zal het zo even goed zetten. Yo, later. Ik zal het even goed zetten man, ik had vandaag een short die we opnemen, daar had ik even die job voor nodig. Gaan jullie wel zien, dit weekend komt hij online. Zet je op me en dan police en dan even kijken. Police en dan 2. Nee, het was een beetje zo zeg maar dat ik met een opname even wat moest doen. Voor een job en daarom had ik even daarop gezet, maar voor de rest is het niet eng hoor. Zeker weten niet zelfs. Yo Beertje, leuk je kijkt man, welkom bij de stream. Ik heb geabonneerd, je bent een topper man bro, SNO. Thanks voor die 28 likes ook alweer jongens, jullie gaan echt enorm hard. Kan er nog iemand komen vragen voor custom kenteken? Yo meneer, zeg het eens. Hallo? Yo kerel. Maar hoort je weer niet? Nou, waarschijnlijk weer niet. Hallo? Nou, dat is een spraakzame reactie jongens, daar hebben we heel veel aan natuurlijk. Daar hebben we lekker veel weer aan. Even kijken als mijn camera iets zie. Oh, dit is wel een beetje te. Ah, lekker man boys. Boys met iedereen jongens, hoe is jullie dag tot dusver? Een beetje een chille dag tot dusver, een kut dag tot dusver, laat het weten man. Let me know, let me know. Maar leuk je bij bent man beetje, gezellig man, gezellig. De AWB is dicht voor de cursus, waarom is dat? Want er moet altijd eens open zijn. Voor de cursus, AWB depot dicht, wacht even. Ja, 2 van 2C, we hebben het net gekregen maat. Dus ik weet niet, nou, je mag er nog één krijgen van mij man. Yo Dennis, leuk dat je kijkt, welkom bij de stream. Even kijken, waarom is het dicht dan? Is het toch gewoon open dit? Nou, het zal wel. Ik heb geen zorgen gereden dat mijn moeder na 4,5 jaar zichzelf een einde aan haar leven heeft gebracht. Holy shit bro. Holy fuck, dat is wel heftig man. Zo val ik even stil van man, holy shit, dat is wel heftig man beetje. Sowieso enorm veel sterkte bro. En ja, ik hoop dat ik met Justine jou blij kan maken man, maar holy crap. Dat is wel echt, dat is wel pijnlijk man. Sowieso gecondoleerd man beetje, sowieso man. Dat is heel vreselijk. Ai, top man first. Top, top, top. Ik heb gelijk te gewoon dit S van jullie man boys. Jullie gaan insane hard man. Maar boys, denk je dat er vandaag weer een leuk scenario gaat komen of niet? Laat het even weten in de chat. Denk je dat vandaag de stad weer een gek scenario gaat krijgen? Laat het eens even weten. Ik bedoel, gisteren was het wel echt een dag waar echt heel veel gebeurde. Holy shit, mijn stad loopt wel een beetje vast. Ik ga heel eens een knipper op boys. Dat helpt voor mij een beetje. Niet vandaag? Nee, ja. 100% wel. Ik weet niet. Ik weet niet wat Rick zijn plannen zijn vandaag, man. Rick, Rick zijn groep, die wil altijd wel een beetje, maar... Als Jalisco er is, wordt het chaos. Maar anders, weet ik het niet, man. Gisteren waren er 4 in totaal tegelijk, hè. Dat was ook echt insane trouwens, maar... 4 scenario's gisteren tegelijk. Dat was wel crazy, man. Ik relaunch even, boys, maar anders komen we er niet in. Wat heb je gegeten vanavond? Ik heb lekker een boerenkool gehad. Nee, boerenkool, bloemkool bedoel ik, sorry. Ik haal allemaal dingen uit elkaar. Gisteren had ik boerenkool, vandaag ga ik bloemkool, man, sorry. Rick gaat een OV doen, alright. Ja, Rick en zijn groep is wel goed bezig, man. Yo, Bradley, leuk kijken, yo, Arjan, welkom. Ik heb geliked, S-O naar jullie, man. S-O naar jullie. We gaan weer door. Met stafzaken. Yo, Pieter, welkom, leuk kijkt. Alright, stafzaak snel in... Kijken. Hoppa. Yo Joop, ook leuk dat jij erbij bent. Even kijken. Ah, hier is wel ambu bij, daar hoef ik niet meer te helpen, joh. Er zijn nog wel geen reportjes, boys. Dat is wel weer top, man. Enkele report open, joh. Hoe gaat ie dan? Gaat lekker, man, Justin. Met jou dan? Welkom bij de stream, kerel. Gezellig dat je erbij bent, man. Die subs gaan wel hard, ja. Maar die subs gaan echt insane hard, boys. 8.1 inmiddels, ja. Dat is net te gek. Dat is crazy. Hoe was het in de stad? 444 momenteel. 444. Loop ook met een gang mee. Ja, maar ik weet niet. Ik twijfel heel erg, man. Aan de ene kant wil ik heel graag naar de onderwereld. Maar aan de andere kant denk ik ook, politie is ook leuk. Snap je? Ja, ik weet niet, man. Ik stafstreams vind ik, ja, na stafstreams iets leuks doen is ook wel lachen, maar... Ik ben nu agent. Maar ik weet niet of onderwereld echt iets voor mij is, man. Ja, denk wel even over na, maar weet ik nog niet. Ja, Justin, dat moet je mij ook niet vragen, kerel. Als nu 1. Ja, die was er net al. Ga ik niet weer wandelen. Als er wel ambu is, dan hoef ik niet daar nog weer te helpen. Ah, ja, man, zijn auto is helemaal kapot. Free hem, man, free hem. Hoeveel tickets hebben we vandaag gedaan? Ja, een stuk of 4, 5 of zo. Ja, het valt best mee hoor. Maar moet je maar nagaan dat je ongeveer 3 kwartier bezig bent met 1 ticket. Half uur dus. Dan ja. Is het op zich al vrij logisch. What the fuck, waarom staan die tonnen? Hè? Boys, waarom de fuck staan die mef-tonnen, maat? Huh? Yo, man, jongens, we gaan even plukken, man. Oh, dat ding rolt er gewoon weg. We gaan vandaag even plukken, man, boys. Je weet toch? Dit is de nieuwste kookpluk. Of de nieuwste mef-pluk, man, boys. Je kan heel goed plukken. Hier krijg je 10.000 mef van in 1 keer. Dat is echt sick, hè? Dat weet je niet. Ja, dat geloof je misschien niet, maar dat is echt waar, jongens. Ja, nieuwe koken. Of nieuwe mef-lokaal leak, man. Ja, ik weet het, Twitter. Ik weet het. Eens even kijken. Nieuwe pluk, man, boys. Ja, jongens. Pak hem. Ga streamsnipen er naartoe, man. Yo. Yo, man. Waarom ben jij een skinnerset, kerel? Ja, ik wil graag mijn huidskleur en mijn gezicht aanpassen. Want ik heb dit al best wel lang en ik vind het niet zo mooi. Omdat ik nog niet zoveel. Ja, je mag niet zo meer je gezicht aanpassen, man. Dat is een beetje het. Ja, maar vrienden van mij hebben dat ook zo mogen doen. Ja, maar het is wel een beetje aangepast, die regel, man. Hoe dat, qua makkelijkheid, hoe we dat geven. Dus ja, kijk, ik ben gewoon al lang in deze. Ja, best wel lang in deze stad. En wel. Ja. Ik had niet zoveel ervaring toen ik dit maakte. En nee, maar dat snap ik wel. Maar kijk, het ding is, als je nu gezocht wordt door een gang. En hun weten nou hoe jij eruit ziet en je past alles aan, ja, dan ben je snel weer niet herkenbaar, snap je op dat moment? Ja, maar ik hoor dus niet dat ook, man. Ik heb echt met letterlijk met niemand ruzie. Nou ja, dat weet je niet, hè. Hetzelfde zoekt er iemand jou, ja. Ja. Dus dat is een beetje hoe ik er tegenaan kijk, man. Kijk, het is niet dat het vanuit mij zo gebeurt, hè, dat dat zo gezegd wordt, maar het is vanuit hogerop zo gezegd dat er niet heel makkelijk geschiedenis op mag komen. Ja, maar ja, mijn vrienden hebben het ook en ik vind het gewoon een beetje kut dat ik het dan niet heb. Ik geef je dan voor deze keer nog 1 keer die kans, maar daarna volgens mij wordt het niet meer aangepast, dus. Ja, is goed, Bedankt. Ja, dat is een beetje lullig, jongens. We hebben daar een nieuwe mededeling over dat absoluut niet snel meer mag. Yo, later. Push die 8x2k, ja, dat zou dik zijn, man. 8x2k gaan we voor. 100. 110 mensen bij het team, 110 mensen kijkend inderdaad en 50 likes op, jongens. Dank jullie wel. Jullie gaan crazy. Maar ja, onderwerp lijkt me wel lachen. Maar ja, waar moet ik dan joinen? Snap je? Dat is een beetje het ding. Waar moet ik dan joinen? Als ik naar de onderwereld zou gaan. Ja, ik weet het oprecht niet. Ik vind politie ook leuk, man. Vandaag ook even een politiedienst gedaan in de middag. Alleen, ja. Ik weet niet echt, man. Het is lastig. Familie K, die is er dan niet meer, man. Jalisco sowieso. Nou, ik denk dat Rick niet mee in Jalisco wil, man. Dat denk ik niet. Dat, ik ben daar niet zo shooter voor je. Voor zo'n groep. Nou, maar heeft hij dan niet heel erg veel, denk ik. Wat gebeurt er allemaal, maat? Crips? Ja, ik weet niet, man. Ik zie het allemaal wel, joh. Ja, nou dat dus, Dennis. Dan heb je eerst wel wat dingen nodig. Tarek heeft ook een eigen groepering, toch? Ja, klopt. Ik had ook iets van gehoord, inderdaad, man. Ja, ik weet niet hoe dat precies zit. Ja, we zien het allemaal wel, joh. Komt allemaal wel goed. Heeft ook geen haast. Nou, deze kerel heeft weer een vraag over zijn custom kenteken. Hoi. Stond net ook al naast je kerel, maar toen reageerde hij niet. Nou, dan reageert hij weer niet. Nou, daar heb ik ook veel aan. Ja, natuurlijk, beertje, maar het is wel heftig, man, bro. Dat sowieso. Hallo? Weer. Oh, ik weer. Nou, deze kerel reageert weer niet. Ja, dan houdt het gewoon op, hoor. Man praat constant niet. Man praat constant niet in die... als ik hem naartoe ga. Suppies gaan we hard, ja, man. 100% jongens. Insane. Dit is crazy. Ja, ik hoop stiekempjes, jongens, dat er gewoon zo meteen een heel lijp scenario komt, maar... Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, man. Nee, talent of zo hoeft het ook weer niet. Niet meteen ben, joh. Is niet nodig. Yo, Sami, leuk je kijkpon. Welkom bij de stream. Gezellig dat je erbij bent. Deze car is ook sterk trouwens, hè, boys. Moet je dat zien, joh. Ja, ik vind het sowieso wel leuk dat die car dealers een beetje actief zijn, man. We moeten kijken wat hier voor voorraad staat, joh. Je hebt bijna een nieuw terrein nodig, joh. Zoveel auto's hebben ze staan. Wil ik Alba of Atsuka joinen? Kijk, Alba zit Mello al in en... Nou, ik denk, ja, I don't know, het kan natuurlijk, maar geen idee. Ja, Owen, ik had één goede short. En ik ben vannacht... letterlijk, ik ben gisteren gestopt met 8060 subs. Vanochtend werd ik wakker met 8.1. Dus ik snap er helemaal niks van. Jojo Mil, yo Emre, leuk je kijkt en welkom bij de Steam, yo Mootje. Dus snap je, dat is heel erg raar. Maar vandaag zijn we letterlijk met de shorts 40 subs omhoog. En nou ja, gisteren ben ik gestopt met 8060, ging naar 7188. 7988 en nu zit ik weer op 8.1. Dus het gaat echt eens heen, man. Ja, Elias. Elias, ik heb trouwens die video af, hè. Ik ga hem morgen online gooien, man. Maar ik weet niet, ja. Ik ga gewoon een andere thumbnail gebruiken. Ik had niet echt een plaatje voor die thumbnail, maar... Ik gebruik dan wel die van het eiland, ja. Maar morgen komt die video online, Elias, met die headshot voor jou. Jo, verder, leuk dat je kijkt, welkom. Dus dat wordt wel lachen, man, die video, Elias. Ja, het is wel... Ik zeg heel steeds, boys, die video die morgen online daarvan komt... Die was wel echt knettertje moeilijk om te editen, man. Heel veel perspectieven natuurlijk erin. Het moet heel scherm op elkaar aflopen. Het is ongeveer een video van 10 minuten, dus... Op zich is dat nog wel best prima, man. Voor 2 minuten, 2,5 minuten hoe het daar binnen ging... En 7 minuten gewoon shooten en achtervolging en dat soort dingen, man. Dus dat is wel echt leuk, jongens. Die komt morgen online, man. Gaat goed, man, Sami. Met jou dan, kerel? Gaat hij met jou dan, kerel? Martin Jalisco? Nee, joh. Nee, als, ik zie eerder een deel en een ander is zitten dan mij, man. Oh, ben je Martin? Ik ben 19 jaar, man. Had je me ouder verwacht dan Owen? Goede video dan wel? Ja, het was op zich ja, best prima, man, die video. Toen ben je live. Tot hoe laat waren we gisteren live ongeveer? 11:15, half 12, toch? Vandaag weer, man. Dus lang genoeg, lang genoeg. Ik hoop vanavond echt actie te zien in de stad, man. Dat lijkt me lachen. Gewoon mensen gaan shooten en dingen. Hé, dus heb je vanavond wat op de planning, of niet? Ik ben zomaar neergeslagen. Kan je me omhoog helpen? Yo, kerel. Ja, Robin, kom zo wel meer, hoor. Kijk, ik heb een klein probleempje. Ik heb mijn bodycam niet aan, maar deze man is verslaan. Je gaat zien, uit. Ik stond hier alleen maar bij. Ja. Nou, dan ga ik eerst een clip vragen, jongens. Zijn die er? Hé, Martin, ben je online? Ik ben online, ja. Ik denk wel een clip, hoor. Ja, ik ben live. Jazeker. Ben je live? Ja. Als deze guy even een clip heeft, dan zal het... Dus wachtkamer wordt sowieso moeilijk, maar ik kan wel... Als je een clip naar me toestuurt, dan kan ik wel even kijken. Yo Dario, leuk je kijkt, welkom. Deze moet je even vanavond niet, Smoke. Aan de mensen die geen eten hebben vandaag. Sorry? Die moet je even uitdelen aan de mensen die geen eten vandaag hebben. Dat zie ik. Ik heb die gevonden. Oha. Martin. Ja? Ik heb een clip. Alleen zeg maar, ik stond wel daar bij die gladiator, maar ik zag wel dat ze erop invloeden. Ja, ik snap wel, maar er moet wel een situatie zijn. Ik het ook hoor, snap je wat er gebeurt? Nee, maar kijk, daar ligt daar bij die... Wat is dat? Bij die bronco ligt er ook iemand dood. Die is ook zomaar neergeslagen. Nou, maar ja, ik moet wel... Ja, ik moet wel geluid hebben waarom dat gebeurt. Maar ik zal er zeg maar niet bij. Dat is ook bagger, die staat op de eerste. Ja, dat is goed. Als je die clip naar me toe stuurt, dan... Dankjewel. Maar Elias, wat heb je vanavond op de planning dan? Yo, benieuwd nu eigenlijk. Een OV of gewoon een gijzeling weer, of wat ga je doen? Ik hoef niet per se te zeggen wat je gaat doen, maar gewoon iets in die richting. Of wat ga je doen? Heb je een auto, Martin? IRL, Owen of in-game? Ja, IRL heb ik nog niet een auto, maar in-game wel, man. We zien wel uit. Ben benieuwd, man, Elias. Ben benieuwd. Ik ben enorm benieuwd. Ik denk dat ze gaan rippen. Ik weet niet, man. We gaan het zien. Het zou wel leuk zijn als we gewoon wat actie zetten, man. Jalisco doet nu elke avond iets. Ja, laatste tijd wel, man. Maar ik moet zeggen, er zijn sowieso wel heel veel meer dingen in de stad, man. Spelers. Yo, Mitchell, leuk dat je kijkt. Welkom bij de stream. Ik heb geliked. Essen naar jullie, man, boys. Yo, Dani, leuk dat je kijkt. Bijna 100 likes alweer, inderdaad, man. Gaat wel crazy. It's crazy. Gaat wel lekker, man. Hoeveel subs ga je vandaag voor? 8.2 zou lijp zijn, man. 100%. En als je nog niet het belletje aan hebt staan, boys, doe het zeker. Even het belletje op alles. Holy shit. Ik achtervolging alles hier. Oh, dat is ook al ambu. Ja, helaas wel, man, Pascal. Helaas wel, man. Ja, doe jullie ding, hoor. Doe maar jullie ding. Wat, Helaas staat die strike nog wel op mijn naam, maar ja, weet je. Ik heb wel een vriendin, zeg maar, te praten. Dus dat is geen met of zo, maar die zit echt in mijn kamer. Oh. Nee, is goed. Oké, wacht. Zolang ik me niet met de gamer ben, maat. Nee, ik kan mijn camera dan aan doen voor als je wil pikken. Oh. Nee, Smoke, ik ga vanavond niet politie, man. Vanavond doe ik lekker staf en ga ik dingen spectaten, man. Dus dat wordt hartstikke leuk. Even kijken of ik die clip al toegestuurd heb gekregen. Volgens mij wel. Ja. Oh, hier zie ik dat inderdaad. Ah, dit is wel... Ik help ze omhoog hoor, want dit was een ding. Nou, oké, dat is goed. Een kloter. Hoe zien jullie deze uitkopen? €2. Had je contantje? Nee, Pascal, dat is waar. Schat. Heb jij al een melding gemaakt? Oké. Ah, dit is... hoe lang is het? Met toestemming hoor. Ja, dat was een kloter die je had neergelegd. Dat is een beetje het... ANB-port in. Dankjewel, Swa. Dankjewel. Ja. Hey, Martijn. Yo, Martin hè? Dit is Martin, niet Martijn. Ja, interesseer mij dat iets. Hoe lang kan het duren dat je zo'n repuntje krijgt? Wanneer heb je aangemaakt dan? Is hij al goed gekeurd alles? Ja, is goed. Dan heb je hem zo snel mogelijk man, dan moet alleen nog doorgevoerd worden in game. Ja, dat is het al, maar ik kan hem nog steeds niet claimen. Dan heeft hij hem nog niet in game door laten voeren. Nee, dingers Jack die zei dat hij doorgevoerd was, maar... Yeah. Nou ja, wordt zo in een kanaaltje gezet en vanuit daar moet hij doorgevoerd worden, dus het kan even duren nog. Oké. Yes. Yo. Yo, later boys. Ja. Yo, later. Ik was gisteren in de stad, nou ik werd 1 keer neergeslagen, gewoon grappig met een mattie. Ik ging de stad uit, maar mijn auto stond nog ergens in de stad. Hij is dus opengebrand met een snijbrander, maar nu is hij in beslag genomen door de politie. Moet je even over de P over spreken, hoe dat precies zit. Ja, alleen... Chaos hier weer, man. Het helemaal moeilijk en zo, dat het niet mijn fout is. Ja, nee, moet even kijken dan via de ticket, maar dat komt wel goed joh. Martin, kun je gewoon. Yes? En hun willen hun ook niet toegeven ofzo. Nee, maar je moet even kijken in die ticket man, hoe dat precies in zijn werking zit. Je moet even zijn kant horen en dat soort dingen en dan... Ja, kom goed. Maar die laat mij eigenlijk gewoon een beetje stikken en denkt alleen. Ja, het enige is gewoon, wacht gewoon rustig af man, er komt vanzelf wel een reactie op dat ding joh. Ja, ik hoop het. In die ordinator zit. Yes? Hey, Martin, mag ik een name reset? Waarom ben je een name reset, kerel? Ja, nu komt mijn oude naam uit, dat is echt een grote naam. Als je bewust je naam aanpast, heb je wel gezegd met gangs, dat weet je. En met goden. Bewust mijn naam aanpast? Ja, als jij wordt gezocht door gangs bijvoorbeeld. Oh nee, maar ik word niet gezocht, Is het Bakka hier voor mij? Nou ja. Ja man. Kijk eens. Kijk, ik heb die 1 ook gehoord. Ik heb hier een shirt, mag ik. Zo, iedereen heeft mij nodig joh, wat is de... Ja, ik heb een vraagje. Ja. Ik heb een vraagje, even kijken, op welke rang ben jij? Mop plus man. Oh, dat is ook nieuw. Sorry? Hè? Mop plus is niet nieuw hoor. Nee, jouw rang als mop plus. Ja, ik ben al een tijdje mop plus man. Oh echt? Ja man. Ik ben inderdaad al een tijdje mop plus. Yo, Koen K, welkom. Hey jongens, gefeliciteerd hem even met z'n allen, hier zo, mop plus. Nou, ik ben 2 maanden mol plus maat, 3. Ja, dat heb ik al lang gedaan joh. Oh joh. Die ambu zeker al net gedaan. Ik heb een vraagje trouwens. Ik heb een ticket open, maar niemand reageerde letterlijk op. Nee, de gemiddelde wachttijd is ook 1 tot 7 dagen hè, dus gewoon rustig aan wachten. Ah, maar... Dan heb ik ook een vraag hè. Oh, ik heb jongens. Zeg maar, mijn refund zeg maar, dat je Just Senna zeg maar aangedaan ofzo. Maar hij heeft mij ook al die ding gestuurd zeg maar. Hoe lang duurt het dan voordat ik het zeg maar... Ja, nou, dan moeten wij hem nog goedkeuren in game zeg maar dat is zo snel mogelijk. Oké, ja, dus nu... Bro, voor mij wordt elke ochtend worden je dingen afgewerkt dus. Ja, altijd in de ochtend worden ze wakker en denken ze, ei, tickets. Nou ja, dat dus. Ja, ik heb slechts refund gedaan, maar... Ja, gewoon rustig aan wachten, want er komt vanzelf wel in te staan. Maar, er moet een mod plus, maar bijna, heel eerlijk... Bijna geen ene mod plus reageert op tickets. Ik ben mol plus hoor. Ja. Martin wel. Ik reageer wel op tickets hoor. Echt? Ja, ik heb vanavond ook een stuk of 10 gedaan. Dat is mooi, dan kan je ook even op mij reageren. Ja. Ik heb genoeg mensen hoor die dingen wilden. Maar goed. Ik heb genoeg mensen die tickets open hebben staan die mij geholpen willen. Maar ja, zo werkt het niet. Jij bent wel een van de actiefste. Ja, dat is jullie man. Ik weet niet of dat... Leeuw en... Ja, die ook dan. Die andere ook. Die gaat. Ja, hey, ik ga weer verder, joh. Yo, later, boys. Hoe heb je strijk? Ja, dat is een lang verhaal, man. Maar vooral een politiewapen aan nas gaf, wat niet helemaal de bedoeling was, man. Dat is voornamelijk. En, nou ja. Dat is gewoon een hoofdreden, man. En voor de rest, ja, is gewoon stom. Hoe het gegaan is voor de rest. Yo, Jack, welkom. Kijk, achtervolging hier? Ja, ik weet niet of ik allemaal zie, joh. Gaat hij wegkomen? We know it. Ik weet niet eens of je achter hem aan zit, man. Gaat hij wegkomen is de vraag, ja we gaan het zien. Hij heeft wel een rokende motor of niet? We zitten niet achter hem aan. Jawel, toch? Oké dan, mannen hebben gekke achtervolging. Ah, ik denk dat de R6 niet heel ver gaat komen als hij een roker en motor heeft. Zo zou je weer zien, setup ready. Of strikes ontslagen met 2 man. Met 2 strikes is het einde verhaal, maar... Ik moet nu gewoon 3 maanden niks raars flikken en dan is het gewoon goed, man. Als ik dat allemaal gewoon goed doe, dan komt het helemaal goed, joh. Snap je? Dus dat komt helemaal goed. Maar zolang ik gewoon niks raars doe, dan is het gewoon allemaal goed. Maar ik probeer gewoon 2 maanden of 3 maanden niks raars te flikken, man. Dan komt het allemaal goed, joh. Ik zit daar niet over in. Ja, met 2... Ja, kijk, als je nu zeg maar 3 maanden niks doet... dan word je eerste strike kwijtgescholden, zeg maar. Nou ja, daarna word je wel gewoon gecashed, maar... Als je dan nog iets raars doet, maar... Ja. Maar kom maar goed, joh. Dat je... Ja. Het is toen gebeurd, het was dom, ik heb ervan geleerd en nu... Holy shit. Hij gaat rode motor krijgen, hij gaat zo niet meer kunnen rijden zo. Daar gaat hij op. Holy crap guys, dik achtervolging. Waarvoor vlucht hij ook dan? Dat heb ik gedaan, ik heb niks... Ja, met die strike bedoel je wat? Je werd je strike door de headstaf, man. Maar ja, dat is gewoon, ja, het was wel gewoon terecht. Ah, nou man, raak hem niet. We worden lang achtervolgen met de voet. We worden lange achtervolging te stoep. Met de voet. Ja, ik had gewoon een nas voor dat ik voor een wapen geef. Maar ik heb letterlijk een video heb ik over, of een stream heb ik erover gemaakt, hè, van waar ik die strike had. Dus moet je daarom even kijken, man. Die staat nog wel alleen op mijn kanaal, hoe dat tot stand is gekomen. Man, we hebben lange het voetachtervolging, man. Het is me niks verbaasd dat die Kamar zo meteen gewoon terug gaat ofzo. Er wordt een lange achtervolging, boys, dit. Kijk. Dit zijn we morgen nog in, aan het rennen, joh. Deze Kamar geeft de half op. Mannetje krijgt zo wel pick-up, ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Of reports staan er? Ik ga zo weer verder met de reporters, man. Er zijn nu alweer een paar meer. 8.2k vandaag, wie weet jongens. Jullie moeten lekker blijven liken en abonneren. We gaan zo weer ook leuke scenario's natuurlijk checken. Gewoon als die een beetje komen in de stad straks. Dus dat komt helemaal goed, man, boys. Sowieso. En zijn jullie allemaal erbij zijn, man. Wordt geapprecieerd. Ah, ik denk zelf, jongens, dat de Kamar niet heel veel kans gaat hebben, man. Op deze persoon. Ik bedoel, dit is een eindeloze rentocht, joh. Staat er iemand bij de RSS zelf? Ja, is goed, Mitchell, is goed. Ai, na, bro. Deze... Die Kamar die roept nu nog eenheden erbij, maar ja, die kerel is zometeen weg. Je denkt, gaan een Mount Chillit, heeft een parachute of zo, dan gaat hij weg. Let maar op. Ja, noob, omdat die Kamar die redt dat net niet. Of die raken hem gewoon niet steeds, man. Deze kerel gaat gewoon Mount Chiliad oprennen, hoor. Deze man gaat gewoon Mount Chiliad op. En die denkt, weet je, gaan we daar wel uitspelen. Man rent gewoon rustig even dat paardje af. Twee, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, zo zo'n 9 seconden heeft die kerel al voorsprong nu momenteel, dus... Nou, dat zegt toch gewoon genoeg weer. 9 seconden voorsprong heeft de kerel, joh. Als je Kamar, ik wens je succes, kerel, maar je gaat het niet bijhouden, denk ik. En er komt nu een Afrika aan, denk ik, of niet? Is dat politie? Nee. Staan blijven. Weer mis. Ai, nou, vriendje Kamar, man. Ai, nou. Man moet helemaal naar onder nu. Man moet helemaal naar onder nu. Ja, nog die andere Kamar hier ook. Collega. Kijk, mag je voet erop straf nemen voor wie ik vlucht voor politie of niet? Ja, volgens mij wel, 10%. Shit. Nou, daar gaan ze weer. Ze mogen weer naar onder rennen. Dit is zo lullig, ja, maar we moeten kijken hoe ver ze moeten, maat. Ze moeten helemaal hier naartoe. Waar was het gebeurd? Hier ergens, toch? Hier was dat gebeurd. Hier moeten ze helemaal naartoe. Man, staan nu dat ik hier op de berg. Helemaal hierop. Ja, Frion, ik kan ze niet TP'en, jongens. Dat is niet toegestaan, man. Je mag er niet zomaar boot oplossen en deze stelen. Nee. Hoi. Ja, laat maar. Ik word al geholpen in wachtkamer, man. Uit. Helemaal goed. Yo, succes. Ik heb want wel zijn RSS gehad. Ja, 10% in beslagname volgens mij wel. Is dat. Voor vluchten. Dus dat is wel kloten voor hem. Ik ben opeens door niks dood. Yo. Mannetje rijdt alweer weg, joh. Yo, kerel. Je had een reportje aangemaakt, of niet? Oh ja. Ik was, net was ik dood door niks. Alleen de ambu kwam wel, toch? Ah, is dit altijd smarty? Altijd gritty, man. Dus... Nee, altijd smarty, meneer. Nee, altijd gritty, meneer. Hey, fijne dag, jongens. Succes. Mij, ja? Ja, bedankt. Wat hoor ik allemaal, maat. Yo, Kansie, welkom bij het team. Leuk je kijkt. Hallo, staf. Ik ben bewust aangereden. Nou, dat is wel weer wat, zo weer leuk. Yo, kerel. Yo, staf. Hoi. Had jij een clip? Nee, man. Kan ik helaas niet heel veel voor je betekenen, man. Fuck. Kun je niet zien met dat ding dat ik ben overgereden of zo? Jazeker wel, maar ik kan daar niet zien of het een aanrijding of een VDM is, snap je? Ja. Dus dat is een beetje lastig. Ja, top. Yes? Top. Even fijne avond, hè? Ja, dankjewel. Ja, spijt me voor die kerel, jongens, maar ik moet wel een clip hebben, anders kan ik niet heel veel doen. Mijn auto's kan ik niet pakken omdat hij ontploft is. Deze. Halen we die even weg. Ja, free die R6. Ja, dat is wel kloten voor hem. Hij is weggehaald, hoor. Yo, man. Hij is weggehaald, hoor, die auto. Die motor in dit veld. Zou je mij naar die garage dan kunnen brengen? Ja, is goed. 2803. 2803. Even kijken. Waar staat die garage, boys? Even kijken, hoor. 2803 is hier. Yo, Thijs, leuk je kijkt. Welkom. Breng... 2803. Kijk eens, kerel. Yo. Hoe is het met Thijs dan? Het scenario moet even komen. Ja, het lijkt me lachen, man. Gewoon even iets kunnen spectaten. Dat is wel leuk, man. Sowieso. Sowieso. Met doodgereden kan ik een revive krijgen. Yes. Hoi, meneer. Zeg het eens. Hallo? Maar reageert weer niet. Het is altijd hersenloze jongens die altijd dood toe liggen. Dat is altijd dit geval. Meneer. Joe. Hij reageert weer niet, boys. Meneer. Hallo. Meneer. Wat zie ik allemaal, maat. Man, dan worden je vol aangereden, joh. Yo, Dolph, leuk dat je kijkt. Welkom bij de stream. Welkom. Serieus, Thijs? Wat heb je daar gedaan, man? Meneer. Meneer de Kale Skinhead, kunt u even reageren? Ah, man praat niet. En doodgereden, ja, dan moet het toch echt een doodrijden en een... hoe heet het? Is toch wel wat anders. Dolph, bro! Hey, let's go, man, bro! Dolph is sponsor geworden, man. Hey, Dolph, geniet van je groene naam in de chat en welkom bij de Green Gang, man. Welkom back, SNL, man, Dolph. Je bent een strijder, man. Wat een soldaat, jongens. Gooi even je hartjes en wees in de chat voor onze Dolph, man. Ah, lekker man, Thijs. Goeie shit. Jullie support is echt aan, boys. S van jullie allemaal. Sowieso 110 mensen bij het team. Welkom allemaal. Like zo even het team, jongens. Abonneer als je nieuw bent. En gooi even je hartjes in de chat voor Dolph zijn sponsor, man. Dolph, je bent een soldaat, man. Dankjewel voor je sponsor, kerel. S van jou. Legend. Wat is hier allemaal gaande? Dit gaat ook weer uit de hand lopen. Let maar op. Yes, 2103 zijn jullie beschikbaar. Schrijf ik jullie op jou. Ah, dat is die skinhead weer. Dat is die skinhead die ik net ook op de weg zag. Nou ja. Best wel zo een skinhead mogen, jazeker. Hoi. Yo. Waarom ben jij een skinhead hebben, kerel? Ja. Ja, Dolph, op een gegeven moment eindigt hij, hè? Ik kijk hoe ik eruit zie. Ja, maar je kan niet zomaar je outfit aanpassen. Of je gezichtsdraai aanpassen, man. Maar, kijk hoe lelijk ik ben. Ja, dat snap ik wel. Je hebt het zelf toch aangemaakt, zo, of niet? Ja. Kijk, het ding is, we hebben vanuit het staf gehoord gekregen en management en hogerop dat er niet zomaar skinheads meer mogen gegeven worden, man. Mits er echt een hele goede reden achter zit, maar... Ik kan niet zomaar een dingetje geven, man. Ah, nou, maar mijn gezicht is zo dik. Ja. Beesten. En anders kan ik dat wel gewoon bij zo'n winkeltje maar aan doen, maar... Ja, dat is wel weer... Zo ja. Dik is, werkt het niet. Maar pas dan even één keer nu goed aan, want anders hebben we zo meteen weer om. Ja, ja, zeker. Ja. Ik kan dus, even goed aan. Dit is de laatste keer dat ik hem geef. Ja, ja, ja. Yes, stop. Ja. Hey, let's go on, Dolph. Señorita. Hey, let's go on. Dolph, oprecht bro, dankjewel nogmaals voor je lidmaatschap, man. Je bent echt een strijder. SNO. Maar hij stopt automatisch volgens mij na een bepaalde tijd. Maar je bent nu 3 maanden al sponsor, man, zie je bij mij. Dus dat is wel crazy, man. Zo'n dikke vette show uit jou, man, bro. SNO. Een gele boot blijft boot stelen met een snijband op de mefpluk. Eiland zonder garage, RP. Als al 10 minuten terug, maar ik zal eens even kijken. Yo, man. Oh. What happened? Ja, de buren zijn echt gek bezig, man, boys. Ze sloppen het hele huis naast je. Huh? We zijn bezig met een cursus. Wat een cursus? Hij kreeg een report hier. Van iemand. Report over? Van 2290. Ben ik dat? Ah, dat is van mij. Yes. Oh. Ja, veel mensen denken, wat de fuck is dat gestand, boys? Dat is aan de zijkant van, daar zijn de muren aan het doen of zo. Ik heb jou gisteren ook al gezien, Martin. Ik heb het ook al gezien. Ja, ze zijn weer bezig. Ja, er is wel iemand, we zijn nu met die regel bezig, man. Dus zo snel mogelijk tot de APV. Oké, is goed. Yes, komt goed. Wat een lawaai, ja, ik word er echt gek van, man, bro. Wacht even. Kan ik dat niet op een ene manier fixen? Ah, het is zo kut, man, bro. Mijn buren gaan nu per direct met in de avond met een huis bezig, bro. Dat snap ik echt totaal niet. Mogen ze terug aan die muur en dan? Zeg je, yo man, boys, wat jullie aan het doen? Ja, we zijn van het lawaai maken. Dat doe ik even terug. Hij hoort het oprecht tering hard hier, jongens. Echt niet goed. Maar ja. Het is wat het is. Ja, ik word er ook oprecht gek van, bro. De hele dag hoor ik het al, maat. Het is niet dat het alleen, nu alleen is, hè. Het is dat ik al de hele dag gaande, bro. Denk ik, wat doen ze met die muren, maat? Denk ik, kan je het nog erger stampen of... snap je? Ik word er gek van, maat. Ja, er zijn steeds met die boten. Ik word zo moe van die boten dingen, man. Mensen keer heb ik net ook al geholpen. Maar er zijn dus mensen die met die snijbrander gewoon een boten openlassen. En dan gewoon alles eruit nakken, man. Dat is wel echt heel laag, vind ik. Er zit niet eens een RP aan gebonden, joh. Mensen doen het gewoon vrijwillig en dan denken ze, weet je, hoppa. Want het is loos, ja, onze buren die zijn met een verbouwing bezig aan hun huis. Maar het kut is dat ik het lawaai de hele dag hoor. Dat is een beetje het vervelende, man. Dat is een beetje het vervelende. Maar voor de rest gaat het allemaal goed, hoor. Sowieso. Je moet even scenario's checken. Ja, maar er is niemand en niemand iets doet, jongens. Dus we kunnen wel een scenario gaan checken. Alleen, er is momenteel nog niemand die een scenario knalt. Weet jij hoe je in gemakkelijk met Harry in wachtkamer komt? Len het gewoon via een ticket een afspraak plannen, man. Dat is best. Maar sowieso niet via PM of dat soort dingen, man. Gewoon via wachtkamer proberen, man. Dus nou spreek je in de ticket een tijd af om samen in call te gaan, maar... Ja. Dat is een beetje hoe het zit. Dus ja, dat is dat. Ik heb gelijk te gewoon dit SN jullie, man, boys. Dank jullie wel. Thanks, thanks, thanks. Ja, deze keer moet ik toch echt naar de kledingwinkel. Ik kan hem niet, ja... Het is een keer klaar met die skinny sets, man. Ik heb geen geld, dit. En dan moet je mijn geld regelen om een skin aan te passen. Ja, zo simpel. Ik kan er niet steeds mee helpen, boys, met die skinny sets. Dat mag helaas niet meer, man. Het mag helaas niet meer. Ja, Arjan, ik vind het ook... Ik word er ook helemaal gek van, bro. De hele dag al, dat ik vanaf... Volgens 7:30 vanochtend of zo, nu nog steeds zijn ze ermee bezig, bro. Ik heb alleen heel even een half uurtje rust gehad tijdens het eten, toen ik aan het eten was. Maar voor de rest heb ik de hele tijd alles gehoord. Ja, is kloten. Maar ja, weet je, het is wat het is. Yo Robin, leuk dat je bij bent, welkom. Stel dat je kijkt. Waarom? Ja, ik ga die skinnies niet eens meer doen. Kan er iemand komen? Ik heb een vraag. Even kijken. Wie heeft een vraag? Welk nummertje? 2749. 2749. Waarom de fuck doet mijn game het niet, maat? 2749. Die is hier alweer. Bro, ik word zo moe van die mensen, jongens. Die rijden gewoon allemaal zoveel weg. Dan ga je opzetten P en dan zijn ze weg. Hoor je tegen de buren aan? Ja, dat dus, man. Exact dat. Het is niet dat ik een meter of 100 meter van hem vandaan woon of zo. Nee, ik zit gewoon echt netjes tegenaan. Dus dat is helemaal kut. Waarom gaat deze kerel nog steeds weg? Waar is hij nou? Wordt het helemaal gek, maat. Yo, kerel! Ja, deze man gaat weer niet zien. Let me op. En nu ziet hij me wel, denk ik, hè? Hallo? Yo. Ja. Hoe zit dat met die lasapparaat, hè? Kijk. Ja, ik weet het. Ik word er helemaal gek van die dingen, jongen. Er komt nu een regel over, maar zo snel mogelijk. Ja, dus. Ja, nee, maar mijn vraag is, mag ik nou gewoon bij de landplug, mag ik daar gewoon een auto belasten? Als ik hem... Nee, dat is niet helemaal de intentie. Dan stuur je gewoon dingen zonder enige aanleiding. Nee, maar als ik hem heb zien, is het toch illegaal? Er moet gewoon een geldige reden zijn tot je iets gaat doen. Zolang, is het, als, zolang dat er niet is, is het gewoon niet toegestaan, man. Ja, maar dus hij doet toch illegale dingen op dat moment? Als jij hem gaat rippen daarentegen, dan mag je inderdaad zijn kofferbak looten, maar anders ga je niet dat doen. Oh, dus oké, dus je mag hem niet, bijvoorbeeld als je hem naar het eilandje ziet gaan en terugkomen, inladen, mag je hem niet openlassen. Nogmaals, wat ik net zeg, er moet gewoon een geldige reden voor zijn. Je weet duidelijk de regels hoe dat precies zit. Je weet in RSS alles, je weet hoe dat zit. Ja, maar dat was voor mijn vraag, dat was niet zo duidelijk. Ja, nee, natuurlijk, ik snap het, maar je weet de regel denk ik wel inmiddels als je al een tijdje in de stad zit. Je weet precies hoe het zit met die wapens, toch? Mag ik jou vragen, meneer? Oké. Dat komt wel goed, kerel. Dus gewoon duidelijk, ja. Gewoon moet echt gewoon een goede reden voor zijn, man. Ja, ik wil mijn auto verkopen, maar ik heb custom kenteken daarop. Kan ik die weghalen eigenlijk, of... kan niet zomaar, man. Dan moet je eerst weer helemaal via een ticket, dat doe je. Oh, ja, ik heb een ticket gemaakt, maar... dan moet er even iemand van development op reageren, man. Maar dat komt er snel mogelijk voor, joh. Kom maar goed. Oh, hij zei van, je kan dat... Robin, wat zie ik allemaal, maat? Nee. Huh? Hij zei, ik kan die niet weghalen. Ja, dan is het niet mogelijk. Oh, ja. Yes? Nou, ja, bedankt man. Yo. Yo. Oh, dat is die kerel met die kenteken steeds. Ja, precies. Ait. Lekker, man. Martin, je moet gewoon een gang joinen. Ja, maar wat moet ik joinen dan, boys? Ik weet het niet. Ja, ik vind politie lachen, maar jullie zeggen, ja, dat gaat crimineel. Ja, maar wat moet ik dan als crimineel doen? Hebben jullie dan een dingetje? Wat lijkt jullie nou echt een hele leuke gang om mij in te zien lopen dan? Of te shooten of dat soort dingen. Ja, Neusmania? Dat zie ik allemaal, Koen. Netas? Alba? Ja, Robin, ik zweer het je, bro. Die verbouwing, ik word er helemaal gek van, maat. Waarom de fuck gaan hun nu op een avond om 7:20, terwijl ze om 7:30 vanochtend begonnen zijn, verbouwen? Ik snap dat oprecht niet, maat. Jalisco? Ja, maar Jalisco ga ik nooit bij kunnen, jongens. Dat, nee, dat wordt sowieso niks. Natuurlijk, het is leuk, maar, nee. Ik niet dat ik in, daar thuis pas, man. Ja, ik pas wel thuis waarschijnlijk, maar... ik denk niet dat hun mij daarbij wilden. Laat ik het daar zo over zeggen. Anders een groep? Ik weet niet, lastig, man. Ja, Arjan, tuurlijk, dat weet ik, maar ik wil wel een beetje jullie meningen daarin afstemmen, snap je? Dat is wel lachen. Ja, ik kan nu ook wel een politiedienst gaan doen, maar ja, ik weet niet. Ik vind het sowieso altijd lastig, man, wat ik in de avonden moet doen. Sowieso reapers vind ik wel leuk, alleen het zijn zo weer veel. Dus ja, dat is dat. Ben je list cool? Ja, ik wil gewoon een leuk scenario zien, jongens. Dat is gewoon wat ik wil, man. Ik wil gewoon een leuk scenario zien. En dan zien we vanuit daar wel verder, joh. Dus ik gewoon weet hoe het precies in zijn werking gaat allemaal. Right. DSI worden, moet je worden? Ja, DSI is wel leuk, man. Sowieso. Alleen DSI word je niet zomaar, man. Dat is een beetje het ding. Dan moet je echt wel een hele tijd in het korps zetten, wil je DSI worden. Dat zie ik allemaal, maat. Ja, DSI lijkt me ook wel leuk, hoor, sowieso, maar... DSI word je echt niet in no time snel leren, snap je? Dat is een beetje hoe het zit. Tuurlijk, DSI is lachen, maar... dat word je niet zomaar. Maar overal is het lijkt me wel leuk, man, om weer een keer te doen. Maar dan moet ik ook wapens hebben en die heb ik dan weer niet. En, ja, natuurlijk, ik heb nu geen wapens omdat ik politie ben natuurlijk, maar... Ja. Ja, noob. Maar vind je op een gegeven moment dat saai worden om te kijken? Of denk je van DSI vind ik wel leuk om dit elke dag weer te checken? Ja, sommige mensen vinden dat echt waarschijnlijk heel kut. Plus je moet allemaal bijnamen hebben en je moet allemaal dingen doen. Ja, dat kost allemaal heel veel tijd, man. nu even rustig? Ja, gelukkig wel, man. Dat scheelt even. Kan een straf komen? Ik word doodgeslaan zonder enige RP. Yo, boys. Kom. Wat is er gebeurd? Ik kreeg een report hier dat iemand dood werd slaan zonder enige RP, man. Ja, dan moet je bij hun hier zijn. Ik weet ook niet, wij kwamen daarna pas... Wat is er gebeurd, boys? We zijn geript en daarna doodgeslagen zonder RP, man. Ze waren achtervolgd, hij heeft ons gepit en daarna hier opgesloten in de winkel en doodgeslagen. Oké, zijn er clips van of dat niet? Ali, je hebt geklipt, toch? Ali? Ja, ja, is geklipt. Uit. Ja, kan die clip naar mij toe dan? Ja, laat me ook even vervallen, wordt denk ik een goede zaak, dus komt vervallen. Wachtkamer, toch? Ja, ik ben wel live, man, dat is een beetje moeilijk. Kan je die naar me toesturen via PM of niet? Ik ga hem even vragen. Ali! Ja, is goed. Geen probleem. Ja, Jeroen, maar plukken ze niet, steeds leuk, snap je? Ja, nu, ik heb wel staf dan erbij natuurlijk nu, hè. Dat vroeger had ik dat niet. Yo. We zijn allebei net gearriveerd. Ja, nou dat weet ik al. Ik ben hier al. Ja, hallo, ja, hallo. Je hebt clip toch? Ja, ik heb hem nu net opgeslagen, ja. Oké, clip hebben we. Wat zei je, staf? Ah, ik ben hier niet voor niets, hoor. Maar broer, ik heb die clip niet vanaf het begin bij de auto, hoor. Nee, we zijn hier geslagen, toch? Heb je dat? Ja, hoe heb je... Sebastian Anderson gang, uit. Ja, dat we dood zijn geslagen, toch? Oh, en Anis. Oh, ik dacht Ennis zelf. Oh. Was ik even in de war, man. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Deze keer was dat. Gewoon met een gang opdrachten gaan doen voordat je het kan worden ofzo. Dat is wel leuk. Ja, dat is lijp. Maar ja, dan moet je wel... Ja, Alba deed dat laatst heel leuk met Mello, hoe ze dat deden, maar... Dan moet je dat wel helemaal... Ja, dat is lijp als dat kan, maar... Meneer Staf, dat is hij. Ja? Yo, suspect. Wie is dit? Altijd Martin. Nee, man. Yo, Martin, luister. Deze boys zeggen van RDM en zo, maar hun waren net bij ons terrein zo van... scam is dit, en dan gaan ze ons expres zo aanrijden zo, en dan scam is dit. Nou, als daar bewijzen voor zijn en er zit een geldige reden achter waarom ze dood worden gemapt, dan is het gewoon terecht. Ja, hoor. En ze bedreigen ons ook. Ze zeggen onthoud ons, je gaat zien en zo. Laat maar clips zien, bro. Jullie praten alleen maar. Jij praat als je dood bent, stel je. Nee, bro, dit niet doen, bro. Zo is SNL, hè, 100%. Stil zijn als de grote mensen praten. Hey, stop eens even met... Stop eens even met schreeuwen, joh. Ik hoor jouw gameboss letterlijk zeggen, jullie gaan zien, jullie gaan zien. Dat hoor ik allemaal, joh, boys. Hallo, even... Martin, anders stuur ik de clip wel van jouw PM, dat ze dat zeggen. Yo, hoofdpijn, bro. Martin, anders stuur ik... Doe eens even kalmpjes, joh, allemaal. Ik hoor 100 mensen door elkaar joh. Nee, weet ritjes wat je hebt gedaan. Nee, die weet dat niet. Holy shit. We hebben met ritjes gesproken, niet meer, joh. Boys, hallo. Het is een fucking camera, waar maak je druk om, maat? Even rustig. Het zijn maar pixels, kindjes. Rustig aan, wat de... Ik sla je tanden eruit. Dat hoor ik allemaal, maat. Dit is een bedreiging, Martin. Dit is een bedreiging voor mij, nou. Meneer de staf, deze jongens hebben mij hier... Bro, die zat zijn, zo, die zat zijn. Bro, ik zweer het jullie jongens, ik kan niet eens normaal praten, man. Waarom praten deze boys ook nog door? Ik al. Ik kwam weer naar binnen lopen en ze zomaar vlaggen. Nou ja, als we... Martin, ik ga je een clip sturen dat ze zeggen je gaat horen van onze naam en zo. Ik kan niet eens... Ja, is goed. Die clip moet je sturen. Hoe heet je op de Discord dan? Gewoon weg aan hier, ja. Ik moet het eerst afhandelen, voor ik weg nog. Hij noemt Games Gorilla op Discord. Sorry? Staf, kan je bij mij komen? Ik kan je niet zien, man. Ik kan mijn camera niet draaien. Yo. Adil. Ik heb half hoofdpijn van jij ook, man. Hou je bek gewoon, jongen. Waar is hij dan, die staf? Mo, hou je bek dicht, broer. Ja, ik ga even snel die clip kijken, boys, waar die is. Die heb ik hier sowieso. Ga eens even koekeloeren, man. Ga eens even koekeloeren. Ik weet niet wie dat zijn, maar ik heb het tegen hem niet tegen jou. Ga onderwerp in, ja. Okay, maar als ik onderwerp in ga, wil ik wel een gang hebben, man. Maar of ik moet gewoon een paar challenges doen om in een gang te komen, zo, dat lijkt me wel leuk, man. Hey Bart, ik geloof me. Ze zijn gewoon dood met de goede reden. Ik denk Ritjes was met ons aan het praten, niet, hè? Ik ben live, jongens, dus de wachtkamer wordt lastig. Ja. Hey, we hebben... Je loopt altijd te schreeuwen en zo, hij bedreigt. Ja, je loopt te schreeuwen en je loopt je belachelijk maken van 90 mensen, joh. Ja, pik. Snap je, is niet nodig. Jij vooral. Ja. Wat ik? Je schreeuwen, jongen. Je bedreigt me aan je. Jongens, jullie schreeuwen zo hard om een fucking spel. Je zegt tegen mij, wij zijn internetgangsters. Nee, pixel gangsters, achter computer praten. Eeuw, ik zei dan, kom dan naar hier lijst. Als je mensen gaat lopen dreigementen vormen, dan ben je per week weg. Nee, nee, geen straks. Heet je Martin? Ja, man. Wauw, ik heb een mooie mond, Martin. Kan je me even omhoog helpen? Ja, als ik eerst de bewijs heb, dan... Ik kan niks zien, ja, maar ik vroeg hoe je heet op Discord, maar ik hoor 100 altijd Martin ben ik, man. Oké, is goed. Ali, stuur nou altijd Martin, alsjeblieft. Dat 10 keer gezegd. Niemand praat tegen jou, jongen. Waarom heb je aandacht nodig? Ik zweer het je, jongens. Ik word helemaal knettergek in deze stafzaak. Hoor je, Jordi? Doe case? Ja, dat kan. Maar dan krijg ik ook heel veel mensen die ik moet... Gebeurt er allemaal? Ik heb geen idee, man. Mannen schreeuwen om een fucking spel. Mannen schreeuwen hard om een spel. Ah, is goed. Maar praat eens met je dinges. Met je mensen, man. Altijd gezeik met hun, ja, man. Dat zie je wel weer. Mijn Dennis zegt ze jullie zus. Oh, Koos gaat proeven, je hoort het. Hij zei het letterlijk, sukkel. Ja, een stapzak, hè? Dat maakt het. Tot de haast. Maar wat doe je nou hier, man? Mijn naam is Sosa. Sosa. Of dan zijn ze stil. Sosa. Hey, Ali, heb je gestuurd naar hem? Jongens, wat moeten we bezig? Wat zei je? Altijd Martin heet hij. Ja, man, altijd Gritty. Je weet het. Oké, maar die kan je mij anders omhoog helpen en dan als ik dood moet gaan, kan je me gewoon doodgaan. Als ik gewoon eerst een clip heb, anders moet je nog weer 900 seconden wachten. Hij is direct de timer die loopt uit. Nee, je hoort er niet bij, toch? Ik ga nu respawnen, dus je zit tegen ons, ik ga zien en zo. Kijk, wat je hoeft niet per se op eten te drukken, je kan gewoon niet blijven wachten. Oh ja, toch, oké, ik dacht daar gaan. Zie ik allemaal, maat. Chef op ons winkel. Lekker. Bro, man is eerst met chef. Dat zie ik allemaal, bro. Waarom zegt hij met in een stafzak? Ja, dat weet ik niet. Hij zit in de RP volgens mij. Hij zit er voor mij in de RP. Hij zit er een staf bij, dus zit in een stafzak. Hij zit in de RP. Waarom slaan jullie dan in een stafzak? Ja. Sla ik? Heb je daar bewijs van? Nee, ik heb niet op jou, die maatjes van je zei. Oké, moet je niet tegen mij zeggen. Ik heb niet tegen jou, ik zeg over die maatjes van je. Je hebt niks gedaan, ik zeg ook niks over jou. Jij bent nog denk ik een van de volwassenen van al die matties van je. En volgens mij is hij nog de jongste ook. Ja, bro. Hi, nou. Ja, verder, we doen zo snel mogelijk ons best, man. Maar het zijn zoveel tickets, jongens. Dus echt... Ja, we doen ons best met die tickets. Met zoveel altijd. Heb ik gestuurd, Ali? Wat krijg je nog steeds met die gasmaskers, boys? Ik weet dat nog steeds allemaal niet, joh. Gasmaskers van mef? Ah. Maar wat vind je nou echt het best? Coke, mef of wiet? Wat is nu echt gewoon het de beste shit? Volgens mij kook nog steeds, toch? Yo, man. Kook, mef. Kook. Ja, precies. Lekker, man. Lekker, lekker. 15 subs. Ja, man, boys. We hebben er 50, man. Echt van jullie. Politiedienst doen? Kan zometeen wel, maar we gaan eerst even nog staf doen, man. Het ding is, we moeten heel veel clips wachten van hun. Dat is een beetje het enige dingetje waar ik op wacht. En dan kunnen we daarna gewoon weer door, man. Ik moet even weten waarom hun dood zijn gegaan, zeg maar. Ja, maar verder, wij kunnen niet sneller dan sneller die tickets doen, snap je? Ja, Bart, maar ik ben niet, ik ga dat niet in game gebruiken, bro. Wat denk je nou zelf? Het is gewoon uit interesse. Anders vraag ik het zo iemand in game, joh, dan weet ik het ook. Dus ja. Snap je? Dat kan allemaal. Ik zeg heel straight, jongens, ik heb vanochtend echt letterlijk, zonder grappen, minimaal 12 tot 14 tickets gedaan. Minimaal. Moet je nagaan dat er ongeveer, nou er staan nog veel en veel meer hoor, maar... moet je nagaan dat er nog veel meer stonden dan dat. Maar studeer, ja, zeker weten. Of ja, studeer je. Mijn school is zeg maar klaar, alleen ik werk wel, man. Ja. Het was toch best weinig? Nou, als jij al weet dat je ongeveer een half uur per ticket bezig bent, denk ik niet dat dat heel weinig is, kerel. Maar goed, dat zal aan mij liggen. Wat werk doe je? Ik doe administratiewerk, man. Oh ja, mod plus tickets zijn niet zo even snel alleen 1 minuut klaar, hè, boys. Jo, Guus Meeuwis, leuk dat je kijkt. Welkom bij de stream. Hoeveel tickets moet je per week dan? 25, man. Nou, ik heb er nu vandaag 12 gedaan ongeveer, dus ik zit al op de helft. Ja. What am I seeing? Ja, I don't know, man. Ik wacht nog steeds op die clips van die boys, maar ik heb nog steeds niks binnen. Dus ja, dat is dat. Ik heb gelijk, dank jullie wel, boys. Nog 1 like voor 100, dan hebben we alweer... ja, 100 lang, man. Dan hebben we weer 100 likes. Let's go. Nog maar eentje. Dat is crazy. Jullie hebben altijd Martin. Yo, man. Ik heb een vraagje. Ik wacht al zo lang op een refund van mijn mesje en zo, maar bro, ik ga daar nooit antwoord op. Dan moet je gewoon rustig wachten. Dat is al 5 weken geleden of zo. Nou, dan moet je even... Ik weet niet wie jouw ticket heeft behandeld dan, maar dat klopt niet. Jawel, maat. Misschien 4 weken. Nou, dat is niet 4 weken, want de laatste die open staat is 3 weken terug. Maar goed, dat... Wacht, ik ga kijken of dat ze die niet hebben geclosed. Ja, dat zou ik even doen, inderdaad. Ah, is goed. Yo, boys. Zeg maar. Adil Ali. What am I hearing? Yeah, I don't know, man. Waar zijn alle moderators? Ja, ik weet niet. De laatste tijd zijn er heel weinig, man. Hallo. Yo. Yo. Ja, ik wacht nog steeds op die clip, hoor. Maar, ja, ik heb je net de PM gestuurd. Uit. Ga eens even kijken, jongens. Link komt eraan. Uit. Ja, Smoke, ik heb al gefixt. Ja, laatste tijd, ik weet niet waar al die moderators zijn, man. Daar zijn allemaal een beetje weg. Ze hebben andere drukte, dat kan natuurlijk ook, maar... Nee, man, laatste tijd zijn ze wat weg. I don't know. I don't know, man. Misschien vinden ze me niet meer leuk om te kijken. Je weet het allemaal niet. Nee, is een grapje. Waarschijnlijk hebben ze andere drukte, maar... Ja, man. Geen idee. Hoe laat stopt vandaag? Ik weet niet, man, broers. Want het ding is, ik wil heel lang streamen. Alleen ik moet vanavond ook nog even wat doen. Dus ik ligt er wel van of ik vanavond nog iets moet doen, maar... Sowieso ben ik tot 9 uur wel live vanavond. 100.000%. Misschien ook wel tot 11 uur, maar het ligt even eraan rond 9 uur of ik dan iets krijg of ik iets extra's moet doen, man. Als ik iets moet doen, dan moet ik even weg. Maar dat weet ik nog niet 1000% zeker. Dat hoor ik straks. Nee, dan man. Hoeft niet, joh. Het hoeft allemaal niet, joh. Ja, kijk, Osman, het ding is, ik wacht nog steeds op die clip. Die clip is nog steeds niet aanwezig bij mijn PM. Dus ja, ik kan uren wachten, maar... Ja, oh, hij is nu hier. Kom bij die winkel. Ik die kabel al geven of niet? Oké, nou ja, jongens, in dit geval... Het spijt me om te zeggen, maar ik heb een metagame Discord gevonden. Ik heb een metagame Discord gevonden. Letterlijk, deze guys zitten letterlijk en figuurlijk in een Discord call. Zonder dubbel mute. Hij toont letterlijk zijn screen op een metacall. Nou, GG's. Geen grap. Ja, ik kan je die video misschien laten zien. Even kijken, kan ik dat hier eens laten zien? Hier. Metacall. Oh ja, snap je? Dus ja. Dat is een beetje hoe het zit. Maar ze, zitten niet, ze zijn niet dubbel mute, dus dit is in dit geval meta dan. Maar goed, we gaan eens even horen. Dus je mag dat niet, omdat je dubbel mute moet zijn, man. Even kijken, case 2464. En 1303. Ja, het ding is, jongens, je mag niet, je mag enkel dubbel muted in een call zitten, man. Dat is het enige wat ik zeg. Yo, daar ben ik weer. Yo. Even voor jullie het volgende, waarom zitten jullie in een Discord call, boys? Dat mogen we doen van Elroy, man. We zijn een groep en van hem mogen we dat gebruiken als porto en hun zien ook ons allemaal in de Discord call. Ja. Maar jullie weten ook dat je dubbel muted dient te zijn, toch? Ja, als je in dingen zei, die heeft hij ons uitgelegd, als je in een scenario zit waarbij je komt zijn afgepakt, mag je muten. Moet je muten. Zo hoor je überhaupt als je in de stad zit dubbel muted te zijn, man. Ik kan je nu, hoe heet dat, sturen? Uitnodigen in ons Discord. Heeft hij ons alles in die PGP-chat uitgelegd. En dat nou ja, maar volgens mij staat de duidelijke serverregel dat het niet toegestaan is om zo in een call te zitten. Zoals jullie net deden. Nee, wij hebben hem in een porto. Ik kan je die uitnodiging sturen en heeft hij ons gezegd dat het mocht, dus... Hè? Wacht even. Misinformatie mocht dat niet zijn, ja man. Dat lijkt me niet helemaal kloppend, boys. Even kijken hoor, hoe dat zit. Want in de APV staat toch duidelijk volgens mij dat je dubbel muted dient te zijn. Ik ga eens even kijken, metagaming. Staat dat hier? Ja. Artikel 17. Onder metagaming wordt verstaan het verkrijgen van informatie buiten ze krijgt. Nou ja, ze zitten in een Discord call, dus dat mag niet. Je dient er altijd gedempt te zijn in Discord als je in-game bent. Nou, ze zitten niet gedempt. Dus ik weet niet wat hen allemaal zeggen. Ja, ik weet niet waar het dan staat, maar in de regels staat letterlijk... Je dient altijd gedempt te zijn in Discord als je in-game bent. Nee, bij ons zei hij echt, wij mogen dit als portal gebruiken en ik heb het zwart-wit van hem staan. Als je wil, kan ik het... Nou, dan stuur je me dat heel snel maar door, want dat voor mij klopt dat helemaal niet. Ja, is goed. Ja, huh? Dus een owner, dus eigenaar van de stad, die zegt nu dus dat dat wel mag. Daar ben ik een beetje gewoon confused over, man. Ik zeg heel straight, boys, maar... We gaan er even achter komen, man. Het is wel fijn voor als je ze bent, ja, maar ja, regels zijn regels, hè, dat is wel een ding. En er staat ook duidelijk in de regels dat het absoluut niet mag als je dubbel, als je in een call dubbel zit. Ik bedoel, duidelijk in dat dit ga je niet krijgen, boys. Laat ik dat zo voorop hebben staan. Kijk, dat ik dit. Dit is toch een Discord call, ben ik nou helemaal gek? Het kan aan mij liggen hoor, maar ja. Ja, Alex, maar hij is er nu niet volgens mij. Ik kan wel even kijken of hij er is hoor, maar volgens mij is hij er niet. Hij is er niet, nee. Dus daar kan ik niet nu naartoe. Ja, niks in Elroy, je laat dat sowieso opstaan. Maar het is wel raar als hij zegt dat mag wel, terwijl het eigenlijk niet gewoon mag volgens de regels. Dat is een beetje raar, toch? Ja, Bart, ik zeg heel straight, ik mag gewoon niet, ja, ik weet niet wat, ik kan dat niet verstaan, joh. Ik heb geen idee wat ik eerder zal zeggen. Helemaal goed, Nick, welkom bij het team, man, bro, leuk dat je erbij bent. Jongens, push zo even die likes naar beneden, wordt gewaardeerd. Mag je daar fouten maken? Tuurlijk mag je daar fouten maken, maar als je het wel gewoon concreet oplost. Dan komt het allemaal goed. Ja, het duurt wel lang met die clips de hele tijd, ja man. Maar ja, misschien moet er iets... Oh wacht, ik ga eens even kijken in die gang. Nou, eens even koekeloeren. Nou, we zitten erin. Ben ik heel benieuwd wat ik te horen krijg. AFK snap ik, oké. Eens even kijken. Ja, ik vind het heel raar, man. Hier zeggen ze gewoon letterlijk dat het mag. Hè? Bro, ik snap hier helemaal niks van, man. Hier zeggen ze letterlijk in een Discord dat je in een porto mag zitten zonder dat je gemute dient te zijn. Nou, in een scenario moet je in gemute zijn, anders niet. Ja, Ja, ik vind dat wel een beetje raar, man. Had ze niet op stream, ik kan niet alles leaken, boys. Dat kan niet. Ik ken de regels van Martin. Natuurlijk ken ik de regels, Tigo. Anders ben ik dan niet mol plus, kerel. Ja, Justin, ga ik weer doen. Je moet... Wat is dat error hier? Je dient er altijd gemute te zijn in game. Maar enkel voor scenario is dat hier. Nou ja. Ja, Finn, doel is sowieso 15k, man, engineer. Ik laat het voor nu gaan, boys, maar ik ga er wel even achteraan, ja, want het mag absoluut niet. Sorry, wat zei je? Ik laat het voor nu gaan niet met de gaming, maar het is absoluut niet toegestaan. Ja, ik zie nu dat wij het fucking verkeerd hebben gelezen, want wij hebben altijd gebruik over Porto. Ik heb ook 100 clips voor je, maar wij dachten... Ja, nee, ik snap het wel, maar ja, jullie zitten nu gewoon in een call te praten met elkaar, wat niet toegestaan is. Nee, wij dachten dat we Porto dus mochten gebruiken wat hij zei. En we muten ons als de komst... Ja, ik ga het wel melden bij die onderwereldcoördinatoren, man. Want dit is absoluut niet de bedoeling. Nee, dat jullie meer als gezeik met als gang mee in de Sjaak komen. Ja, maar dat willen we ook niet, bro. Ik zeg je eerlijk oprecht, wij hebben het echt verkeerd dan begrepen, man. Anders gaan we ook niet Porto... Want kijk maar, in onze Discord zie je ook letterlijk voice kanaal die Porto heet, bro. Ja, natuurlijk, ik snap het wel, maar je dient gewoon altijd muted te zijn. Staat ook in de regels, hè? Ja, maar hoe muted? Dus dan moet je hier muted zijn of... Nee, in die call. In die call moet je muted zijn. Dus je moet ze moeten gewoon zien dat jij aanwezig bent in game in die portal, zeg maar. Zo moet je het zien. Maar ze mag absoluut niet praten in die... Dat zie ik. Dus ik ga het melden bij de onderwereldcoördinatoren. We gaan kijken wat we ermee doen. Maar ja, dat is goed. Ja, dat is een beetje wat het zit. En qua deze roleplay nieuws, hoe gaat het? Ja, dat ga ik sowieso moeten afkeuren omdat jullie in een metacall zitten. Oké, is goed. Dus... Ja, dus je weet nou hoe het zit. Yes. Ik ga het melden aan de onderwereldcoördinatoren en dan gaan wij... ja. Doe maar. Top. Ja, we krijgen wel gezeker mee, joh, boys. Let maar op. Dat weet ik 100% zeker, want ze zitten letterlijk in een Discord call. Plus daarbij, ja, moet ik dit gewoon melden aan de onderwereldcoördinatoren. Dus ik meld het even aan hun. Even kijken, waar staat hij? Hier staat hij, joh. Dat is natuurlijk Rachel wel even een PM'tje of zo, die kan het wel fixen. Welke gang? Ja, ik weet niet welke gang dat is, boys, maar dat maakt het helemaal niet uit. Ja, het ding is gewoon... Het mag absoluut gewoon niet, man. Je moet gewoon ten alle tijde muted zijn in een call. Ja, Bradley, ik ben al geuncased met hun, kijk. Je hebt zijn ogen geplaatst in de normale wereld, dus ze zitten nu in een... ze zitten weer goed, man. Boys, vergeet niet te liken, abonneren, wordt enorm op prijs gesteld. Let's fucking go, man. Dat zijn jullie allemaal. Man, dan zitten we met de grote gang gewoon in een Discord call. Ja. Maar ik heb het nu gemeld, dus ze gaan er nu achteraan, jongens. Komt helemaal goed. Ik heb nu al iemand in PM die er achteraan gaat, dus het komt helemaal goed. Kan er goed komen hebben? Vraag, tuurlijk. Yo. Fully. Yo, man. Yo, man, Martin. Mijn klant heeft een vraag voor jou. Dat mag. Goedenavond, Rick, welkom. Sorry? Ik heb gehoord dat die niet meer op foto mogen, die SVT. Klopt dat? Het staat wel in de regels dan, denk ik, als dat zo... Ja, ik hoor allemaal verhaaltjes rondgaan. Ik moet even een deuk. Iemand is aan het kloppen. Ik weet niet precies hoe ik met die SCT zit, want de mule weet ik in ieder geval wel, maar... Is dat niet een laatste log-ding? Change... Ik krijg over een SCT, niet over een mule, ja? Nee, dat weet ik. Ah, oké. Ik zeg alleen, laatst was dat ook... Lol. Maar... Jij weet dat dus niet. En je kunt er niet even navragen ofzo. Ja, dan moet ik even kijken, maar volgens mij mag een SCT gewoon nog over rood, maar ik zal eens even kijken. Ja, maar daar heb ik gezegd dat ze gingen aanpassen. Nou, als het nu nog niet aangepast is, dan is het toch nu nog niet aangepast? Ja, maar als ik die kop van 9 ton, ben ik zelfs 9 ton lichter godverdomme. Ja, maar dan kan ik niks, dat is een risico wat je neemt als... Ja, daarom raak ik toch ook aan jou, jongen. Ja, maar ik mag niet zomaar dingen gaan prijsgeven. Ik bedoel, als dingen in development zijn, kan ik dat niet zomaar gaan leaken of dat, wat het gaat worden. Goed. Het is niet dat ik, ja, als ik contact heb met de cardhef, mag ik niet zomaar zeggen, ja, die SCT gaat binnenkort dik genurfd worden of dit ding gaat genurfd worden, snap je? Dat kan ik niet zomaar zeggen. Het is gewoon het risico dat je neemt als onderwereld. Als alles gebufft wordt, man, dan kan ik alles voor een tonnetje hoger erop zetten. Nou ja, het kan inderdaad gezegd worden, maar dus ja. Ik kan nu een investering gooien of... Jongens, NS hier of Ilias. Ja, dat neem je neemt als carrier zelf het risico ervoor, hè. Ik kan niet zomaar zeggen, ja, weet je, dat die auto gaat nu dik omlaag, die auto gaat binnenkort getuned worden en shit, ja. Dat kan ik niet zomaar zeggen, man. Yo, Ivan, leuk je kijkt. Zelfs van staf leaken, want dan kan ik net zo goed geen, ja. kan net zo goed staf openbaar zijn, snap je, als iedereen dingen erachter kan doen. Kan niet iemand naar hier roepen die dat wel mag hier. Is hier NS of Ilias of niet? Nou ja, het komt op hetzelfde neer. Als ik iemand anders hierheen roep, die gaat ook hetzelfde zeggen. Als die X6. Ja, roept die snuf van Moestie, die kan toch geen problemen krijgen. Nee man, zo werkt het niet. Nou, ik ga weer verder jongens, succes. Yo. Ja, het ding is, ik mag dat echt niet zeggen boys. Ja, ik weet wel dat er auto's omhoog gaan en omlaag, maar ik mag absoluut niet zeggen wat voor auto's erin komen of dat soort dingen man. Ik weet natuurlijk, er komt binnenkort een nieuwe update aan qua car development, dat mag je best weten. Alleen, wanneer dat is en wat voor auto's erin komen en dat soort dingen mag ik allemaal niet zeggen man. Dus dat is een beetje dat. Yo, Ivan, leuk dat je kijkt, welkom. Mijn werkauto is net gedespand. Oh nee toch. Yo, meneer. Hallo? Meneer. Yes. Hallo? Je bus is gediespand. Je bus is gediespand. Oh ja. Uit, ik zet je even terug, ja, moment. 3135. Zetten we die even hier neer. 3135. Kijk eens, als het u. Is dat een scenario, boys? Echt? Waar? Ik wil checken, man. Ik wil die dingen zien, man. Even een bankje of zo, of een winkeltje, of gewoon even iets. Gewoon even leuk. Om 13 likes op Steam, dank jullie wel, man, boys. Echt naar jullie. Echt ook naar jullie, man. Ik wil gewoon een overvallertje zien of zo, man. Op 710 is een winkel. Echt? Ja, als je capt hè bro. Oh. Ja, eindelijk. Kijk, dit willen we zien man boys. Ah. Dit vind ik leuk. Ja. Maar mag je hier spectaten is de vraag. Moestie, sorry collega. Heren, wat gingen jullie doen? Oh, nu moet je. Hoe is die, kom eens. Wat doet je vriend? Luister. Ja, hij moet even een broodje water, anders gaat hij chatten. Anders kan ik niet pakken. Kijk, ik ga nu een Comara-kent. Ik ga nu een Comara-kent geven. Dan pak ik alvast de volgende hostage. Dan geeft mijn collega die andere hostage. En dan mogen jullie doen met het geld, ja? Ja, en dan gaan we die persoon daar met de koffer, die ja. Ja, dat is leiding, meneer. Dus hij gaat je die gaan. Ja, ik ga vragen en zo. Die mag ze checken, man. Hé, maar meneer, ze mag niet meer naar binnen dan. Ja. Hm? Gebeurt er allemaal, ja, gekke winkel OV man. Nou. We gaan het even checken. Mag ik eens? Wat is dat dom man? Wat denk je zelf dat je meer de plicht ingesteld? Ja, dat mag ik toch zelf bepalen of ik meer naar binnen. Ik word niet aangehouden, dus als hij even weg kan weggaan. Als jij mijn collega gaat loslaten. Ja, ja ik geef wel eens. Ik snap er nu geen reet meer van, dus ik moet wel gewoon naar binnen. Sorry. Oh. Ik mag wel. Ik zit vast. Hé, als je mijn collega gaat loslaten? Ah, ik heb hem al teruggegeven, hij staat er al. Oh, ik zag hem niet, sorry. Ah, nu verder. We gaan gewoon even kijken, ja, gaan we wel even doen, maar ik denk dat dit wel mag. Gaan we dit gewoon even checken, man. Dit komt wel goed. Ja, broodje clip, dat is kut, man. Broodje clip, ja. Ik word er ook altijd zo gek van, man. Altijd dat broodje termen voor, dat heeft helemaal geen zin, joh. Ik wil het echt wel even checken, man. Is dat een Kamar Motors Getaway? Dat wil ik dus ook horen, man. Ik ben enorm benieuwd. Maar misschien is dat ding gestolen of zo? Nee, ik denk wel. Het zou wel dik zijn, man. Haha, Gino. Ah, we gaan dit spectaten, boys. Ja, moment. Heel even hierin. Dan gaan we dit even checken, man. Dit is wel lachen, jongens. Dit wordt leuk. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar Ali, goedendag. Oh, daar heb je die. Wie moet het hebben? Ja, komt u maar hoor. Dit wordt leuk. Hij mag soms kijken en sommige gangs willen liever niet dat ik spectape, man, maar dat snap ik op zich ook wel. Dag meneer, hoe heet u meneer? Dankjewel. Dus. Kijk, sommige mensen zijn bang voor streamsnipers of dat soort dingen, snap je? Dus ik kan het op zich wel begrijpen, maar. Ik is niet dat ik heel veel streamsnipers heb hoor daarin, dus dat valt echt reuze mee, maar ik moet altijd wel eens toestemming voor ze hebben, man. Wat hè? Doei. Pepe Chingling. Ik heb gelijk te gewaardeerd, dank jullie wel man boys. Als je nu niet push die 50 subs even wordt gewaardeerd. Dat is helemaal goed man. Dan gaat hij bij mij, ja? Dan gaat hij bij mij. Wie heeft die money? awkward. Geef die doek aan mij. Stap mag altijd kijken, ja dat klopt. Alleen met stream is dat wat lastiger man. Maar het kan op zich wel mag, wordt dit gewoon checken hoor, dus geen stress. Nou, ik verwacht nu wat van jou hè kerel. Bro, luister. Bro, ik ga mijn best doen, je hoort me. Dus we mogen onder 60 trouwens van die motor af voor de... Je kan ook Sosa bij mij achterop gooien. Wat hij die ding mee pakt. Sosa is hier niet eens. Dat is ja. Jan. Achter winkels zijn wel leuk, ja, vind ik ook man. Die winkels maken het wel leuker in de stad. Masker. 100%. Short gaat lekker, ja op zich wel hè. 2.3 zit hij nu op inderdaad. Dat gaat op zich wel steady. Zeker te weten. Hey, jullie gaan groen leg krijgen dan? Ja toch collega, hey, bedankt voor de onderhandeling man. Heerlijk. We hebben die mogelijkheid gestolen. Achtervolging incoming, aight. Ga je spreken, Brada? Ben benieuwd boys. Gaan ze wegkomen ja of nee? Laat dat weten in de chat man boys. Hoe gaat het Martin? Gaat het goed man Marijn? Moestie. Dat is goed. Ja toch? We gaan er pas buiten staan. Morgen een nieuwe video toch? Ja klopt man. Morgen wordt een nieuwe video gedropt. Ja. Morgen ook een nieuwe short. Dus twee nieuwe dingen man. Ga bijna. Moestie, kleine poesie. Grapje. Ah, nou, dat hoor ik allemaal. Wel, man. Nee, grapje. Ja. Mag ik mijn telefoon alsjeblieft weer terug? Ik ga op die linker moeten, ja? Jullie op de. En als ze gepakt worden, denk ik niet. Wat zijn we? Je gaat wel uw komst terug. Wij gaan rechts. Gaan het zien. Ze gaan wegkomen. Nee. Het kan allemaal. Maar ze hebben wel 1D, of even zien, 1A6, kamarmotor, amropje, normale auto, beekwasser. Volgens mij staat er ook DSI erachter, of niet? Helemaal. Ik ga brok houden. Dat hoor ik allemaal van deze kerel, joh. Rijden. Echt door. Waar wordt het nou steeds gedaan? Hoe broeien? Hey, laat die moeder jullie volgen. Laat die moeder jullie volgen. Het is en blijft roleplayen, boys. Dat is een beetje het ding. Het is en blijft roleplayen. Hey, Carlos, ze gaan mij natuurlijk volgen omdat ik die messen met klauwen heb. Hé, broer, dat duurt lang, man. Dat duurt te lang of zo. Nee, het duurt altijd. Ze moet door die auto. Die motor gaat sowieso achter mij aan omdat ik die knife heb. Ja. Yo, Tim Storm, leuk je kijkt, man. Welkom bij de stream. Hij gaat wegkomen? Uit, we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Hey, welke pakken wij eigenlijk? Het is 1 kamermotor of 3 Afrikaans. Zal niet dat het moeilijk zijn, een beetje kunnen rijden. Is het wel slim dat we... Ja, tenzij ze niet kunnen rijden. Dan wordt het een heel ander verhaal. Drop, kapo, drop. Maar drop snel, drop. Bob, ga jij rijden of ik? Jij rijdt. Als het moet stap ik af en steek hem neer. Het is juist slim om 2 messen op. Ik denk op zich wel dat ze weg kunnen komen hoor. Nee, want die man gaat sowieso achter mij aan omdat ik die niffie in mijn hand heb toch? No shit, maar weet je wat het is? Stel jullie verspreiden. Zij denken nu dat... Zo is dus er is grotere kans dat één motor... Hoe zie je eruit zonder masker? Hoe zie je eruit zonder masker? Ik wil de doelen aankoppelen. Speciaal voor jullie heb ik gezegd dat het niet mag. Moestie, soldatos. Moestie, jongen. Moestie, je vriend. Wat zei bro? Ik weet niet wat hij doet. Zit, ik ben aan het spectaten, ik kijk al. Ik ben aan het spectaten. Ja bro, stuur dan klaar. Je laat gewoon de auto hier vrij toch? Ja, bij de motor, ja. 150 likes bijna, dat is cool man boys, dat is jullie man. Blijf pushen die likes man. Ja, geapprecieerd. Ik trill hem een beetje hoor, Je wat? Ik trill hem een beetje. Mij lijkt het ook leuk om die overvallers te doen man. Nee, zo is het, ik kijk al. Ik loop met de helemaal, ik ben oprecht jongens ook weer van de dingen, soort dingen doen man, maar... Ik vind politie ook nog leuk, maar... Ik ga erover nadenken, boys. Sjaak komt goed. Maar ja, als ik bij een gang wil, waar wil ik dan bij? Snap je? Dat is ook iets. Daar moet ik ook over na gaan denken dan. En ik kan niet zomaar zeggen, yo, ik ben Martin en ik join even snel. Snap je? Ik wil echt een challenge dan ook aan moeten gaan. Wil ik kunnen joinen daarin. Dus ga even kijken, jongens. Komt helemaal goed. Waar de fuck sla? Ah, ik ga echt door, ja. Jaro, wat lijkt jou leuker? Ja, jij vindt Kamar leuker, denk ik, omdat je zelf dat bent, maar... Nog een motor. Wat? Moestie Jones toch regelen? Hey, nou boys, nog een motor. Fuck hem met Moestie. Ik denk dat we blokkade moeten gooien, man. Er staat ook een F-red in de berg, hè? Hey, die moet... Ja, maar als dat... Sus, dude, dat is waar. Ook bij Ambu, oh ja, dat is ook... Hey, maar... Sorry, bro. Die moedroes, je kan die politiemoeder kan je heel makkelijk... Je moet inderdaad niet 9 uur per week aan. Dat is wel heel chill, man. Dan kan je tussen zo'n huisje en een hegje door. Dat past hij niet tussendoor. Ik weet niet of die Afrika er tussendoor past met die boxer ernaast. Ik ga erover nadenken man, maar mij lijkt het wel leuk als ik een gang join dat ik dan echt een challenge heb om een gang in te komen, snap je? Niet dat ik even zeg, yo, maar ik ben Martin en ik join jullie even snel, snap je? Ik wil wel echt een uitdaging er dan in binden, dat is wel leuker. Hey, ik zit te denken om gewoon op te stappen boys. Ja, doe maar wel ja, want jou moet echt op tering lang. Ja, hey, nee, ja, jij moet gewoon je bek houden, jij hebt sowieso niks te doen. Hey Bob, maar anders, ik heb niks te zeggen, bro. Als ik een gebedje aanmaak, jullie zijn allemaal gewoon doelen, want jullie mogen me niet zo lang houden. Wat doe jij allemaal, broer? Ik mag hier anderhalf uur, 2 uur vasthouden, man. Rustig, broer. Wat zegt die kerel allemaal, joh? Bro, wil je zondag je huiswerk maken? Moet je morgen als korrel, krijg je anders pak slaag, broer. Hallo. Wat zegt deze man, jongen? Jullie mogen me niet zo lang vasthouden, kan jullie allemaal reporten. Wat zegt hij, bro? Mannen gaan de pak slaag. Dus nou is een 24 uur hier, maat. Mag allemaal. Nee, wacht, ons gaan shooten. Bro, het duurt lang, bro. Ja, dat redden ze niet, hoor. Ja, dat is zeker waar, Jaro. Dat klopt 100%, man. Ik ga erover nadenken. Komt goed. Zo zat ik laatst aan een polletje in de Discord. Er kwam sowieso meer crimineel uit, dus... Ja. Dus ik denk dat ze naar... Waar gaan ze naartoe? Ja, beide hekkenkanten zijn weg. Ik weet niet welke kant ze op gaan. Ik denk naar links, persoonlijk, maar... Ze gaan allemaal achter jou aan, bro. Ja? Ja, dat zei hij net op shouting. Ah, fucking nicht dat hij is. Dat hoor ik allemaal. 1, kom maar, motors. Kom. Ja, dat is wel heel veel voor hem, man. Stap op. Dit zijn de Sjaak. En hij is een geel lampje, broer. Ze hebben nu al een geel lampje, dat is wel kut voor hem, man. Geen enkel probleem. Dat is een geel lampje, man, wat is dit? We hebben 1 A6, 1 moeder, 1 vermoord. Nou, boys, gaan ze wegkomen, ja of nee? We gaan het zien. Nee, we gaan toch nog rood, dan ben je die A6 niet rood. Die A6 is geen stress, die A6 is geen stress. Dan moet je gewoon doen, langzaam, broer. Dat is een geel lampje, broer. Zijn lampen voor ons wel kloten, man. Hey, boter gaat ik heb een geel lampje gehad. De vies uit de lul. Ik dacht dat jij die ging aankoppelen. Dat hoor ik allemaal, ja. Ik vraag me oprecht ook af, kerel. Dat moet je mij niet vragen. Maar ze hebben geel lampje, dus ik denk dat ze het wel moeilijk gaan redden, man. Deze moeten tussen de boven doorpassen. Ga naar onze winkel. Ja, zo is dat dus. Dat denk ik ook. Ze hebben wel een geel lampje, dus we hoeven 1 dingetje te catchen en ze zijn de Sjaak. Ga naar onze mainpost toe, vraag. Kunnen jullie afzetten? Maar... Skill is je overvallen belijken. Ze hebben Zulu alles, hè? Ga naar onze mainpost. Ze zeiden net nog, er komt geen Zulu aangekoppeld. Nou, wat hangt er boven? Een Zulu. Doe een blokje ervoor. Ja, heb ik. Over die hele blokje. Wat je anders doet. Lekker man, Rick, goeie shit. Hey boys, is er iemand? Ze willen een setup ready gaan maken, maar ja. Als ze nu al een geel lampje hebben, dan wordt het kut voor hun. Ja, denk ik, ja, klopt. We gaan er langs, maat. We gaan niet echt goed, denk ik. Nou, dat zie ik, bro. Hey, kan iemand even een beetje blokkeren? Man, we hebben gekke steekjes. Ja, we moeten gewoon even... Hey, broer. Ja, en de Sjaak. Ja, rip. Gazen. GG's. Volgeschept door een motor. Ja, daar gaan ze. GG's. Die is dood. Ja, dat denk ik ook. Er komt niet heel veel meer aan veranderingen. Ja, boys, blijf liken en abonneren, wordt gewaardeerd, man. Oké, net als nou eenmaal een regel binnen de stad, man. Ja, dit is wel echt kloten voor hun, jongens. Man gaat letterlijk dood door een fucking politiemotor. Oei. Komt die maat. We hebben nu meerdere mensen die niet meer aanspreekbaar zijn. Ja, het is wel kloten voor hem, man. Dat zeg je heel streep, maar... Het is wel, ja, het is wel fijn, ja, man. Jawel, je had de hoofdrem en je redt volop in. Man, krijg je revive? Ja, ik weet niet, man. Ja, je redt de volle aan. Ja, heeft niet een reboot meer aangemaakt, nee. Hij is wel te redden nog. Misschien wordt hij gerevived dat hij weer verder mag ofzo. Dat zou sowieso kunnen, jongens, maar... Nee, ik ben geen DSI hier, jongens. Nee, nee, nee. Ik weet niet of ik wil het horen, jongens. Het is eigenlijk daarna achter de boot aankomen. Ja, wil je dit hervatten of niet? Ik hoor wel dat er iets van hervatting wil komen, dus... Ik denk persoonlijk zelf dat hij wel doorgaat, jongens, dit scenario. Tenminste, als ik het zo hoor, dan denk ik dat ze doorgaan. Collega, waar was de andere persoon? Daar zo. Ik hoor Peter. Dus je moet even op E drukken. Ja, Peter. Je dag. Zeker. Oh, zo is het ongeluk. Het lijkt de porto in. Je moet knippelen. Goedendag, broer. Goedendag, meneer. Ja, wat is er allemaal gebeurd? Ja, ze gaan wel hervatten, boys. Het wordt leuk. Kom nog naar te volgen. Andries, wat heb je nu weer gedaan? Volgens mij was ik dat niet eens, hè? Of wel? Hey, iemand boys, van hem... Ik heb een boeter op de kop, man. Wat? Was die Jaro klopt, man. Dat was ook zo'n andere motor. Dat is wel leuker voor die achtervolging, toch? Ja, er is hier iets met motors. Er zijn ook veel motors hier, zie je? Zeg hey, motors. Maar het volgens zit een motor? Ja, klopt. Ja. Klopt. Lekker op mijn baan nu weer op, ja? Maar ze gaan hem vatten, boys. Dat wordt wel leuk. Goedendag, Andries. Hoe is het ermee? Ah, goed, met jou ook een kop. Ja, lekker man, met mij ook goed. Jij hebt hier SP, toch? Heb je lampje? Er ligt ook nog iemand dood. Ja. Veel knippen en zo's. Zo, hé. Dat is net nog een lied. Ja, die hoeft niet. Oh, top. Ik heb dat handjes, ja man. Ja, we gaan, wij mogen vatten van Moestie. Moestie is echt strijder. Ja, Jaro dat man. Dat is wel lachen. Ja. Ik ben deze lichten. Ik heb gelijk tegen jongens 125 likes weer man, dat team. Insane. Bro, ik had bijna die motor echt verloest, hè. Het is ook naar jullie man, boys. Oh, ik heb gewoon nood op sirene hier. Ja, ik heb nu geen lampje. Ja, ik had die motor echt bijna geloest, maat. Toen had ik vol komt in die motor van die politie. Ik dacht, ik ga ook even stegen mee in, maar dat laat maar. Zonder trap. Ah ja bro, maar die trap, ik dacht, ah nou kut, voor mij zit die doorlopen. Ja, man, was altijd heel mogelijk. Ja. Die motoragent dan. Oh, dat. Nou boys, tweede kans krijgen ze. Gaan ze wegkomen ja of nee? Laat het weten in de chat. Ik denk zelf nu wel. Mijn motor wordt nu ook gerepareerd, dus... Ja. Succes man. Gaan jullie opnieuw groen leggen, ja? Ja. Hey boys, de ballen laten hier vallen hoor. Bro, ik was bijna loesoe hè. Ik kom voor die wankie broer. Die moet terug. Uit de gazen weer. What the fuck? Ja, groen licht op GB3. Ja, ga maar. Hoi. Nu gaan ze loesoe uit, we gaan het zien. Ah, man heeft nu even kunnen nadenken wat hij kan doen, toch? Als hij verdood geweest, kan hij weer even door. Ai, nou. Ai, nou, lastig, verkeerde. Geen strijd. Gewoon pak de verkeerde weg. Wat jokken met deze man. Hé, hoor ik me? Hoe zit er lastig van die man? Holy shit bro, deze man rijdt gevaarlijk. Hij let op, we zijn hem kwijt. We hebben in 2 minuten loesie gezet van die scoto moetro. We hebben binnen een half minuut en loesie gezet van die scoto moetro. Man is nu al weg. Ik heb kijken broer. Gebrokkel. Ik moet zo hard lachen bro. Hoe is deze man nu al weg dan? Waar de fuck is die politiemotor heen? Hey Bob. Kom straks met je bodycam. Kom mijn bodycam kijken broer, je gaat tanto aan het brokkel. Ja, GG's denk ik dan. Ja, ze gaan eerst nog wel weg moeten denken. Jullie moeten ons halen man, jullie moeten ons halen. Ah, ik ben er. Zulu hangt er weg, toch ja? Je had dit verwacht hè? Nee, ik dacht dat het dood. Ja, Jaro dat dus hè? Dat zegt hij niet. Bedrijver, ik zeg je. Als ze niet de tweede kans deden, waren ze al gecatcht. Erik, ze waren eigenlijk al gecatcht. Ze hadden nog een verkeersongeluk, maar ja. Ze hebben nu heel veel geluk, man, dat ze door mochten. Maar kijk, Martin ook met mij mee, broer. Als dat zo is, dan ga ik even terugkijken bij hem, broer. Fatu. Bro, ik heb een touw toe aan het lastig gezet. Ik bedoel, Gino op top, man. What the fuck, man. Ik ben echt een motherfucker. Excuse me, dat was eigenlijk hun fout. Ja, klopt dat dus. Alsof ik een wavy lose. Maar als ze nu een beetje spijt hebben, gaan ze nu gewoon rijden. Die politie hangt hier nog ergens. Jullie hangt hier gewoon nog ergens, toch? In de lucht? Ja, Smoke volgens mij wel. Dat is die Gino volgens mij. Welke gang is dit? Ik heb oprecht geen idee, man. Weet iemand dit, jongens? Welke gang dit is? Ik weet niet, die scootermotoren. Ik heb geen idee wie dit is, man. Snel, toch? Je moet gewoon rijden alsof je gewoon... Het zijn vast die... die kerels van die... Weet het? Ik ben even de naam kwijt, man, maar... Ik bedoel, gewoon scheid hebben. Gewoon gas doen. Voor me ze wel rollen in de onderwereld, dit soort. Of nog niet, dat weet ik niet. Ik ben wel bijna fout, man. Dat meen je niet, Smoke. 3 ton, bro. Dat is veel. Dat is veel doekoes. Hey, zo lang is die gewoon nog. Ja, klopt. Dat zijn we echt hard plastic gaan. Gaan we drijven gewoon. Gewoon scheid hebben. Gewoon scheid, bro. Gaan. Kom op, man. Ja, ik weet niet. Ik kan ook naar de garage toe rijden. Gewoon rijden planken, man. Kom op, man. Ja, maar ik kan mijn kleren aan doen. Man, ik heb de hele dag in een tuinrondje. Wacht. Ik drijf. Geen stress, broer. Ik drijf gewoon. Die mannen die kennen me niet. Bro, geen stress, man. Daar gaan ze weer. Nou, ik ben heel enorm benieuwd hier een politie te vallen. Kijk. Die zoel hangt daar nog gewoon. Ik ben al weg. Geen stress. Die zoel let gewoon echt helemaal niet op. Die blijft gewoon letterlijk daar hangen. Ja. Bro, waag het. Bro, je moet mijn lassie zien, broer. Ik ga zo laten zien aan jouw bodycam. Wie zegt dat? Echte vlekken. Bro, easy class, bro. Ik ben... Hey, bro. Ik kop zo... Waarom gaat de fuck die hele niet achteraan, ja? Ik kop zo... hard. Een politie-snoetroe. Letterlijk. Ja, GG's voor hun. Zo zijn we weg. Is er nog een leuke overval, boys? Of is dit het weer? Ik wil eigenlijk wel weer zo'n dingetje zien, man. Maar ja. Mensen die... Ik weet niet of er nu nog iets is. Is er nog een overval, boys? Iets in de richting? Laat even weten. Denk het niet, hè? Hier misschien? Nee. Ja, dat dit het weer was met winkeltjes, man. Of bankjes. Gijzelingen misschien nog. Hoste situaties. Dat kan allemaal. Ik kan niet in mijn auto. Nou, eens even kijken. Hoi. Meneer. Ze zijn ook altijd weg, hè? Yo, kerel. Dankjewel, man. Ja, mijn auto staat daar dus. Daar. Dingen. Maar ik kan daar niet in, omdat hij tegen de muur staat. Maar ja, niemand wil me helpen. Dus, ja. Als huis in Jalisco kijken, kan niet zomaar in, man, bro. Dan moet ik wel, ja. Ik kan er niet zomaar in gaan, man. Ja, natuurlijk, ik kan er wel zomaar in, maar het is niet helemaal de bedoeling, snap je? Waarom komt deze kerel er niet meer in? Hij komt er toch makkelijk in? Nee, man. Ik kan daar niet in. Bij mij glitcht het er altijd terug uit. Het stond dat ik mijn gordel kon aandoen, maar toen viel ik er altijd terug uit. Dankjewel, man. Yo, geen stress. Succes. Dankjewel. Nog een goede avond. Komt hij erin of niet? Kijk. Lukt hem wel. Ik heb een toverkracht. Ik kom er in één keer in, joh. Dat is geen stress. Kan staf komen? Ik heb een glitch. Even kijken. Een glitch. Goedendag, meneer. Waar is die nou? 3355. Yo, kerel, druk eens op E. Hallo? Yes, kan ik je helpen? Yo, er was net een auto hier zo die me had gevideomd, maar hij zegt mij dat hij mij pas de laatste seconde zag. Ja, VDM of is dat een aanrijding? Niet een aanrijding, hij zag mij niet. Ja, maar is dat dan een aanrijding of een expres actie van hem? Nee, dat was niet expres. Maar hij zag... Ja, dan is toch een aanrijding of niet? Dat was een netvlies. Ja, ik snap het wel, maar ja, een expresse aanrijding is toch wel wat anders dan een VDM, snap je? Ja, ik snap het. Een VDM is echt een bewuste actie tot jou te doden, maar ja, het is gewoon dan een verkeersongeluk. Hij zag gewoon niet iets op zijn netvlies dat er iemand stond. Heb je een clip ervan of dat niet? Ik heb wel een clip dat mij heeft aangereden, maar niet dat... Nou, niet dat hij zegt van het is mijn POV. Die klote dit. Dat ook een report gemaakt. Weet je zijn nummertje nog of niet? Ik ga even kijken of ik zijn nummertje heb gedaan. Right. Dat is goed. Lekker man boys. Poes die abonnees, nog eentje voor de 40 man inderdaad. Het kan net een gek jongens, net een crazy. We proberen vandaag live niet heel lang man boys, niet vandaag heel lang. Dus ik ben vandaag niet het meest lang live. Morgen komt wel een nieuwe short en een video. Alleen vandaag kan ik niet heel lang live, omdat ik vanavond nog heel veel moet doen voor mijn school. Of voor mijn school, voor mijn werk vanmorgen man. School is zeker natuurlijk ook al klaar mee, maar ja man. We zijn nog wel even live hoor, zo is het wel, maar we zijn niet tot 11 uur vandaag man. Of half 12, zoiets. Nee man. Nou, ik wil wel heel lang door, graag. Het liefst wel, maar ja, ik kan niet de hele dag. Helaas. 130 likes al, dank jullie wel man boys, dat zijn jullie. Maar ik vind het sowieso hartstikke leuk dat je met 92 mensen aan het kijken zijn jongens, hartstikke gezellig man. Lekker man. Leuk dat je allemaal erbij zijn man, ik waardeer het enorm. Bijna 10.000 abonnees, jullie gaan echt crazy boys. 10.000 abonnees kunnen we makkelijk aantikken binnenkort. Jasantia, welkom. Leuk dat je kijkt. Yo Exploit, leuk dat je ook erbij bent bro. Welkom. Yo. Yo. Ik heb die clip toch niet opgeslagen. Helaas, en dan kan ik niet heel veel voor je betekenen man. Ja toch. Yes. Yo, later. Ja, dat is kloten voor hem man, maar ja, ik heb niet een daadwerkelijk goed bewijs. Jalisco moet even activeren? Ja, eigenlijk wel hè. Eigenlijk moeten ze wel even activeren man. En morgen komt er een video online met Jalisco dingetje man. Ja, Exploit, dat is niet waar. 9k heb ik nooit gehad kerel. 8k. Ik had gisteravond 8000 en nu heb ik 8140. Dus zo moet je het echt bekijken man. Ik vind het wel altijd veel te lang donker in de stad man boys. Vinden jullie dat niet? Ik vind dat zo donker in de stad elke dag weer. Elke avond is het gewoon altijd donker in de stad. Nooit eens een keer dat er een hele felle zon is ofzo. Zo is expres in de avonden gewoon donker ofzo aangezet. Ik weet het niet. I don't know man. 10k playbutton? Nee, bij 100k is die pas man. Bij 100k is die pas. Ja, ik kan zeker met DSI spectaten, maar ik ga niet zo met DSI spectaten man. Dat kan ik niet zomaar doen. Jurendi, dat weet ik ook niet maat. Dan kan ik, ja, ik kan je daar niet mee helpen kerel. Ik doe geen wachtkamer op stream. Dus ik heb oprecht geen idee waarom dat dan zo lang duurt kerel. Oprecht niet. Dus ik je heel graag geholpen, maar ja. Ik weet niet precies wat allemaal, hoe dat allemaal zit man. En deze inspectie mag ik niet zomaar doen in verband met names en stemmensen die gebruik daarvan maken, dus... Ja, dat is dat een beetje. Dat is dat een beetje. Zo, er staan veel reports. Maar het is een hele oude man. Dus even kijken, vanaf 8 uur... 12. Ik ben doodzaak, je moet helpen. Ik heb clip, altijd Marten, jij AUB, je bent zo'n nice gozer. Nou, dan moeten we maar even kijken. Yo man. Ben ik zo'n nice gozer kerel? Dat ben jij zeker. Alright. Ja, stuur de clip maar naartoe man, dan kijk ik met je mee. Ik kan ook in de wachtkamer komen. Ik weet ja, het beste is even via PM man, want ik ben live. Oh ja, is goed. Dan moet ik nog wel even uploaden. Ja, is goed, doe je ding. Top. Lekker man boys, ja toch? 100. 622 man weer in de stad. Boys, die stad zit zo bomvol hè. Weer gewoon bijna tegen de top aan. Van de spelersaantallen wat mag. Of wat mag, wat erin kan. Yo Amen, welkom, leuk dat je kijkt. Moet je nagaan boys, dat gewoon letterlijk de stad weer helemaal gevuld is zometeen. Dat is echt bizar. Gisteravond ook al, vandaag weer. Yo Theo, zo leuk dat je kijkt. Yo man. Yo. Ik had een vraagje man. Ja. Gewoon een soort van hoe dat zit met... ik had het al eerder gevraagd vandaag aan de staf hoor, maar die zou dat het niet kon, maar... Hoe zit het met gewoon een soort van account wipes en zo? Oh. Account wipes worden niet zomaar gegeven man. Gewoon ze ook niet soort van gewoon dat dus je van het begin start gewoon? Nee man. Zo dus echt, als je begint zeg maar in de stad kan dat, maar anders niet man. Ja oké, want soort van, toen ik begin met de stad was het niet helemaal lekker als je snapt wat ik bedoel. Ja, maar en, ja, dan is het eigen risico dat je daarin neemt, snap je? Dat kunnen we niet, ja. Nee, maar ik zeg gewoon van, ik was gewoon net nieuws. Ik wist gewoon niet wat er kon op überhaupt waren, snap je wat ik bedoel? Nee, ik snap het. Dus, ja, en maar je rijdt nu wel een dikke waggie rond, dus op zich weer er niet meer uit. Ja, steeds heb ik wel veel dingen, veel schulden, maar maakt niet uit. Martin, ik heb de clip naar je doorgestuurd, man. Ah, ik ga even kijken. Even kijken, boys. Een clipje, gaan we even kijken. Even zien, hier. Expresse aanrijding. Of een VDM in dit geval. Of Arjan was het, hè? Even kijken. Welk nummertje heeft dat gedaan? Welk nummertje heeft het nou doodgemapt? Het zijn allemaal kloters hier bij die oh. Jongens, letterlijk, ik ben nu op 6 man te p'en. Wacht maar even. Ref 3358. Er blijkt 3 man die, of 6 man die loopt de RDM man. Het is echt 6 man die lopen jou te mappen, joh. Ja, het is sommige mensen. Maar zijn het gewoon kloters hier bij de carddealer zelf, of wat doen die? Ja. Maar hoe heet het? Het was al vrijdag volgens mij. Uit, dan komt goed. Ik ga even checken, joh. Yo. Wanneer was het? Vrijdag? Oh, dus een paar dagen terug inderdaad. Nou ja, maakt niet uit. Hey boys! Geen grap nu, hè? Letterlijk, zonder grap. Even straight to the point. Ik heb een PM gekregen van politie. Beste Martin, wij merken laatst dat je niet heel actief bent. De benodigde uren haal je niet. 9 uur in de week. Heb je hier een reden voor. Dit is ook je enige laatste mondelinge waarschuwing. De volgende waarschuwing zal genoteerd worden en dan betekent dit tot leidend tot ontslag. Ja, ik zeg heel straight, boys, ik kom gewoon bijna niet meer toe aan die tickets, man. Of aan die politiedingen, omdat ik gewoon heel veel tickets moet doen. Dus ja, dan moet ik een keuze gaan maken, man. Serieus, boys, geen grap. Ik zeg het niet even zomaar even snel hillen, maar ja, man. Helemaal goed, Nick. Succes, man. Succes, bro. Maar let ik krijg dus echt een PM. Beste Martin, we merken laatst dat je niet heel actief bent. De benodigde uren haal je niet 9 uur in de week. Heb je hier een reden voor. Dus je laatste mondelinge waarschuwing. De volgende waarschuwing zal genoteerd worden tot een ontslag. En probeer dus de komende tijd wat meer in dienst te zijn. En mocht het niet lukken, vul er een afwezigheidsformulier in. Maar het ding is, jongens. Ik moet 25 tickets per week doen. Als staf. Nou, zou je 25 tickets, dat is bijna helemaal niks. I know. Maar je bent ongeveer 20 tot 25 minuten bezig met 1 ticket. Nou, dan moet je nagaan hoeveel uren daar al in zitten. Ook nog 9 uur politie draaien en ik heb nog een 40-urige werkweek ernaast. Dat ga je nooit meer kunnen redden, man. Dan heb ik gewoon geen vrije tijd meer over, dus dan, ja. Snap je? Kijk, als je nou een junior moderator was, weet je, dan had je wat reports moeten doen en heel weinig tickets. Easy. Maar ik kan niet als mod plus en politie doen en staf en tickets. Want ik zeg heel straight, boys, als ik nu 1 strike krijg, dan ben ik de Sjaak, hè. Dan ben ik letterlijk ontslagen als slaf. Ontslagen als slaf? Ontslagen als staf, dus dat wil ik absoluut niet. Ik vind het veel te leuk om staf te doen, maar ja, dan moet ik een keuze gaan maken, boys. Zo weet je dat je staf bent, toch? Ja, klopt, man. Maar ja, ik krijg nu dat ik een PM dat ik actiever moet worden. Terwijl ik letterlijk en figuurlijk, zonder grap, hè, vanmiddag nog 2,5 uur in dienst ben geweest. Maar ja, ik wil, ja, weet je, als hun dat niet zien. Ik weet niet wat dat dan is, maar ik ben gewoon in dienst, maar ze zien het gewoon nooit of zo, man. Heel erg gek. Had ik laatst met Erik ook al een gesprek over. Dat was heel gek. Ze zien me gewoon niet in die poorten zitten terwijl ik wel gewoon er dan ben. Ga crimineel? Ja. Maar oké, ik wil wel crimineel, maar wat moet ik dan doen? Dat is een beetje het ding. Wat moet ik bij crimineel doen? De hele dag weer gaan plukken. Daar heb ik geen zin in, man. Snap je? Ik heb niet zin om de hele dag te gaan plukken weer. Ik wil gewoon maaien met gangs of een beetje mee of overvalletjes doen, rippen. Rip op stream wordt sowieso weer een dingetje, maar ja, het kan wel. Vito Alba. Ik weet niet, zit dat vol of niet? GSF? Maar die doen alleen planten dingen, toch? En shit. Je wapen verkopen, ja, dan beschermen zeker. Yo, Dylan, leuk je kijkt. Omdat de wereld er sowieso meer content voor je. 9 uur per week is wel veel. Ja, het is niet veel, zo is het zeker weten niet, maar... Als je 9 uur per week een politiedienst moet draaien, per direct. En je moet, je hebt een 40 uur werkweek en dan zit je op 49. Dan heb je ook nog reports en dingen erbij en tickets. Dan kom je op 60 uur sowieso uit. In een hele week wat jij aan vrije tijd al weggooit. Want je hebt natuurlijk werk, IRL natuurlijk werk gewoon. 40 uur per week dan. En ik heb dan nog gewoon allemaal reports en politiediensten dan, die ik dan verplicht moet doen. Ja, dat... Kijk, staf blijf ik sowieso. Dat vind ik veel te leuk om te doen, maar... politie, ja, daar twijfel ik even over dan nu. Want dat is wel 9 uur per week dat ik daar aan het kwijt ben, maar ja. Vanmiddag ook, ik ben in dienst geweest, maar dat hebben ze gewoon niet gezien. En nu krijg ik een berichtje, ben je niet actief genoeg, ja. Snap je? Dat is gewoon heel gek. Ik zou een, Lex, ik zou een Ford F-150 aanraden, man. Ja, heb ik een contact met iemand in de stad? Ik zal eens kijken, heb ik Alba erin? Ik kan eens vragen, volgens mij heb ik Vito in mijn ding, of niet? Zeer? Of heb ik die helemaal niet? Ik zal eens kijken in mijn contact, ja hoor, als ik iemand heb. Ik zal eens kijken. Volgens mij... Alba, hier heb ik wel iets van Alba. Wie is dit? Ik ga hopen dat hij opneemt. Ik weet niet wie het is. Ik ga eens horen. Ik weet niet of dit nummer überhaupt nog kan gebruiken, zo boys, maar... Zien jullie dat actief bent? Nee, klopt man. Ik weet niet wie dit is. Nou, ik heb geen idee wie dat is. Even kijken. Misschien hebben we nog wel een nummer. Heb ik dan nog eentje? Adrian, ja die kan ik ook even bellen. Dennis heb ik er ook in. Ja, dat... Volgens mij heb ik voor de rest niet heel veel mensen man. Charlie heb ik ook nog in mijn pim, in mijn ding. Dylan heb ik ook nog in mijn ding staan. Ik bel Dylan wel even op. Yo, kom even crimineel man. Hassan. Ah, ik heb heel veel van die lui in mijn ding staan joh. Ik heb maar één iemand van dingen erin. Lexie heb ik ook nog erin. Lizzie van K. Ik heb echt heel veel contacten trouwens man. Potlood van GSF. Ronald. Dat zijn heel veel oude namen. Ja boys, dan ga ik denk ik mijn ontslag indienen bij politie man. Ik ga denk ik dan mijn ontslag indienen bij politie. Ze zien gewoon niet dat ik actief ben, terwijl ik vanmiddag ook nog in dienst ben geweest. Maar het valt ze gewoon niet op ofzo. En nu heb ik weer een mondelinge waarschuwing. Ja, dat is allemaal leuk, maar... Ik weet niet... Vito Alba stond daar? Echt? Wacht even. Ik zal even kijken, man. Misschien kan ik ook wel een keer met wapendealers mee ofzo. Dat lijkt me ook wel leuk. Ik bedoel, dat is ook vanuit staf georganiseerd. Even kijken. Waar stond die kerel? Waar stond Vito? Vito Alba, zei hij. Ik heb helemaal geen idee waar dat stond, joh. Een livestream contacten? Maar waar staat hij dan, boys? Oh, hier, ja. We gaan even horen. Vito Alba. Gewoon even vragen hoe het... Ik weet niet of hij er is, hoor. Gewoon eens vragen hoe wat hun, of hun plek is, hoe dat allemaal zit. Ja, la, la. Hij is niet in de stad, denk ik. Of hij is druk bezig, dat kan ook. Hey boys, momentje. Ik moet heel even snel één dingetje fixen, man. Momentje. Ik moet 1 seconde even iets beneden doen, snel. Ik moet heel even snel wat beneden doen, boys, maar ik ben er weer. Was je bij de politie als een crimineel? Ja, ik ga je dit zo even uitleggen, boys, maar ik ga zo ontslag indienen bij de politie, man. Het ding is gewoon, jongens, ik heb nu weer een waarschuwing gekregen dat ik niet actief genoeg ben in dingen, maar ik ga daar een einde aan breien, man. Hoeveel mast in de stad? 620. Kijk, het is niet niks naar politie, boys, maar ook al ben ik in dienst en ben ik actief... Ze zien het gewoon niet op een of andere manier, dus ja, ik ga dan gewoon denk ik hier... Ja, mijn shit gewoon inleveren, man. Ik ga heel even kijken nog. Of zien we ontslag indienen? Zou ik dat doen? Ja, dat kan op zich wel. Ik vind politie hartstikke leuk, jongens. Bij 9 uur politie erbij. En staf, heel veel reports en tickets. Ja, dat ga ik op een gegeven moment niet meer redden, man. Als ik er nog heel veel uren bij werk, snap je? Kijk, als je nou echt gewoon alleen maar op school zit. En dan gewoon wel dingen doet. Ja, dat is anders. Maar gewoon goede content op stream. Ik weet niet of hun er zijn. Dan moet ik even kijken. Alright, ga ik wel even mijn autootje pakken. Ja, wacht. Nou, we gaan even koekeloeren, jongens. Ah, ik heb op z'n nog wel een goede waggie voor dat ding, toch? Is dit? Ja, die kleur moet wel anders dan, ja. Nou, boys, gaan we. Ja, ik vind het heel leuk bij de politie, jongens. Maar in 9 uur en heel veel reports en tickets erbij. En nu een mondelinge waarschuwing krijgen omdat ik inactief ben. Terwijl ik wel gewoon af en toe in dienst ben, dat vind ik gewoon raar, man. Dus dan ben ik er, ja, ben ik er heel simpel in. Als goed, Martin, zeker weten. Kijken of hier een hoog iemand is, boys, van de politie. Voor die geld heeft stuurtjesstaf? Nee, het is gewoon puur uit vrijwilligheid. Jup. Handjes. Even kijken, jongens. Lekker man, Piet Piraat. Ik ga hier niet alle deuren hier openbreken. Ik ga even naar boven hier. Misschien is hier wel iemand boven. Ja, jongens, ik ga weg bij politie, man, inderdaad. Ik zal hier mijn spul gewoon neerleggen alvast. Het is niks naar politie, boys. Dat... Oh, ik moet eerst in dienst. Het is niks naar politie, maar als ik 9 uur in dienst moet zijn elke week en ik red dat echt, ik red dat gewoon niet, ja. 212. Ik ben vanmiddag ook gewoon in dienst geweest, dat hebben ze ook niet gezien. Kijk, dat is gewoon raar. Ze zeiden, we zien je de laatste tijd niet in dienst. Nou let op, gisteravond ben ik in dienst geweest. Ik ben vanmiddag in dienst geweest, 2,5 uur. En dat zien ze gewoon niet. Dan denk ik, ja. Hoe dan? Snap je? Thanks voor je abonnees, Sera, SNO. Yo. Yo, man. Hoe hoog ben jij binnen politie dan? Niet al te hoog. Wel de gemiddelde. Hoofdagent. Waarom? Is er een hoog iemand nog of niet? Een hoger iemand? Ja? Zeker. Ja, ik moet even... Ja, in dienst. ik heb net weer een mondeling... een ding gekregen. Mondelinge waarschuwing niet actief ben en shit. Maar ik ben vanmiddag heel veel in dienst geweest, dus heb ik even horen hoe dat allemaal zit. Van wie heb je die gekregen, is mijn vraag aan? Van Bart. Bart. Is dat wel net in dienst nog? Even kijken. Ja, Robin, komt goed. Die zit in training heen. Waar, oh, ja. Die is bezig met de training. Waar kan ik hem vinden? Op een legerbasis of wat? Weet ik veel, man. Maar ik weet niet of je ook iets aan hebt aan een 02? Of heb je daar niks aan? Sorry? Een 02? Ja, het kan ook wel waarschijnlijk. Ja? Moet die bij of wel? Ja, als hij er is in de porten. Ja. Ja, hij is er. Ja, als jij hem kan roepen, dan is dat top zijn. Martin moet je hem even zeggen dat hij hier staat. Op HB. Huh? Zeg maar dat Martin op HB is, dan weet hij het wel. 13, 18, kom eens uit. Ja, ik vind het hartstikke leuk bij politie, boys, maar ja. Ik heb hier iemand voor jou. Onze collega, die heeft jou nodig. Gaat om Martin. Ja. Ik ben op zich ook wel ready voor de onderwereld, man. Leuk wel lachen. Van de politie hebben. Ga lekker voor die dingen. Ja, hij komt eraan trouwens. Ah, top. Ja, Tiba, I know. Dat duurt heel lang, maar kijk, jongens, het ding is gewoon waar ik nu weg ga. De politie, je moet heel veel uren halen. Per week 9 en als mod plus red je dat gewoon echt niet, man. Ik bedoel, je moet 25 tickets doen waar je minimaal 20 minuten per ticket bij bezig bent. Het is goed. Je bent in ieder geval 20 minuten per ticket bezig met mod plus. Omdat je heel veel dingen moet bekijken en dingen, daar ben je heel veel tijd in kwijt. Reports ben je ook al tijd in kwijt, maar ik vind staf veel te leuk om te doen, dus dat blijf ik ook gewoon doen. Alleen dan moet je ook nog 9 uur politie erbij doen, dat red ik gewoon niet, man. En ik ben vanmiddag ook in dienst geweest, 2,5 uur lang. En dan krijg ik een PM, ja, je bent niet actief en je bent niet in dienst geweest de afgelopen tijd. Nou... Dat gaan we niet doen, man. Hey, let's go, man, Sera. Yo, dankjewel. Esso naar Sera, man. Sera Holendrecht met een ene donatie zegt, yo. FC Hamlab kartel hier. Wat? Dankjewel voor je donatie, man, bro. Is dat ook een ding, ja? Ik heb dat nooit van gehoord. Jongens, gooi even die lof in de chat, man. S&M. Ja, we gaan het live doen, boys. Maar waarom ook joinen? Ik weet het oprecht niet. Ik moet maar eens horen. Kom maar goed. Hallo. Is er iemand? Yo. Yo, man. Vertel het. Nou, ik heb dus net in mijn gemeente-app te horen gereden dat ik weer een mondelinge waarschuwing heb ontvangen. Dat ik niet actief ben in dienst. En van wie heb je dat gehoord? Van Bart. Van Bart. Ja. Dan zou je eigenlijk met Bart moeten praten daarover. Ja, nee, dat weet ik, maar hij zit in een training. Maar ik wil je even wat zeggen. Want de afgelopen tijd ben ik gewoon... vanmiddag ben ik letterlijk in dienst geweest, 2,5 uur lang. En ik kreeg in een berichtje te horen dat ik nooit meer in dienst ben. Dus ik weet niet waar hij dat dan wegtovert, maar... Laatst was ik ook al met Erik in gesprek. Ik heb geen idee, waarschijnlijk met de urenregistratie die je maakt, aangezien we redelijk wat uurtjes moet hebben natuurlijk als je bij ons in het kort zit. Alleen ja, dat is zelf let ik niet heel veel daarop, aangezien ik natuurlijk een ander takenpakket heb binnen het korps. Dus ik denk dat je echt met de noodopleiding daarover moet praten. Ja, nee, precies. Dan over gaat. Ja, dan moet ik dat even doen. Kijk, dan moet je even met Bart even daarover praten. Ik denk dat hij nu, ja, hij zit nu natuurlijk in een training, dat ja. Nu niet 1, 2, 3 gaat worden. Ja, wat ik zeg, ik vind het gewoon jammer, man. Ja, kijk, je weet ook, ik heb het druk met de goden dingen, snap je? Dat weet je ook wel. Ja, ja. Alleen ja, als ik dan letterlijk ook in dienst ben en ik krijg nu te horen, je bent nooit in dienst. Ja, dat vind ik dan een beetje, ja, ik weet niet. Een beetje raar, snap je? Kijk, en, ik haal misschien maar 9 uur niet elke week. Prima, maar... Ja, maar dat wordt in principe ook wel zo een soort van gezien. Misschien dat hij het iets beter kunnen verwoorden. Ja, ik had met Erik laatst ook al een gesprek erover en Damien, ja, maar die zei er ook al van, ja weet je, ja. Ja, precies. Snap je, dat wordt ook niet gezien. Dus... Ja, ze hebben dat wel meegekregen natuurlijk, zo'n gesprek dat wij dat met jou hebben gevoerd. Want dat communiceren wij natuurlijk gewoon met een noodopleiding. Pak ze maar in, ja. Als jij bijvoorbeeld bij DI zit, overleggen wij dat met DI-leiding. Maar ik denk dat je echt even moet praten met Bart daarover. Want hij heeft jou uiteindelijk de PM gestuurd. Ja, hij zegt nu, ik ga je nu weer een mondelinge waarschuwing geven en dit is de laatste die ik je geef. En dan ben je eruit. Dus ja. En als ik dan... Ja, ik heb met jou laatst ook een gesprek over gehad. Ik ben gewoon in dienst. Dat, ja, je ziet het ook wel eens op mijn dingen. Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat je dan bijvoorbeeld... dat hij zo'n berichtje stuurt, stuurt hij niet alleen naar jou... maar ook naar meerdere mensen die dan hun weekuren niet hebben gehaald van vorige week. Maar waar baseert hij dat dan op? Want ik ben letterlijk gewoon in dienst. Maar ik zie hem nooit, hoor. Wij kunnen dat zien. Achteraf, zeg maar. Wij kunnen dat niet... we hoeven niet daarvoor in dienst te zijn om dat te kunnen zien. Nou, oké. Nou ja, maar goed. Dan... moet ik hem even spreken, maar hij is op legerbasis zeker, of niet? Ja, ik zou daar niet heen gaan. Want hij is natuurlijk een training aan het geven. Ja. Maar ik zou dan op een later moment met hem een gesprek inplannen. Ja, of ik moet het nu hier doen. Met jou, maar ja. Of ik moet hier ontslag indienen, maar ja, dat is, ja. Nou, waarom? Je kan toch met hem in gesprek? Ja, nee, maar dat gaat sowieso niks helpen. Als ik nu al die mondelinge waarschuwing heb, dat geeft geen zin. Je kan toch vragen waar hij dat op baseert en... nou ja, hij zegt omdat je uren niet haalt en shit, maar ja. Nou, misschien dat je een beetje toelichting gegeven kan waarom en ik kan altijd een gesprekje voeren toch met hem? Ja, dat kan sowieso. Ja, dan moet ik even met hem in gesprek. Maar hij is dus nu, hoe lang is hij nog in die training, denk je? Ik weet niet wanneer de training is begonnen, ik heb echt geen idee. Ja. Kijk, weet je wat het is? Ja, ik kan het gesprek wel aangaan, maar ik denk niet dat dat heel veel nut gaat hebben, snap je? Dat is een beetje het... Nou, dat weet ik niet. Er zit hier iemand zo irritante kreunen hierboven, hoor je dat? Dat hoor ik ook, ja. Zo. Je hebt de afgelopen weken uren gemaakt en ja, dat is het dus. Ik ben nog in dienst geweest. Vanmiddag ook in dienst geweest toen ik vrij was letterlijk, maar ja. Nee, maar ik denk dat je even het beste met Bart kan praten daarover. Ja, want hij kijk, weet je hoe dat... Kijk, ik snap jullie kant wel, dat jullie dan misschien denken, weet je, Martin is niet actief en dat soort dingen. Maar ik heb sowieso heel veel van die mod dingen te doen, je weet het. Ja, maar kijk, je moet het maar wel kunnen combineren wat wij ook al zeiden. Kijk, ik heb nu vanaf binnenkort heb ik het 40, ja, sinds vorige week heb ik het 32 tot 40 uur werkweek, naast dat nog. Dan heb ik 9 uur politie moet ik dan bij doen en ik moet dan nog heel veel reports en tickets daarin doen. Snap je, dat red ik op een gegeven moment niet meer. Ja, nee, dat begrijp ik, maar dan zou je toch misschien ja, iets daarin veranderen. Ja, maar door. Ja, maar hoe ga je dat veranderen? Ik ga niet mijn werk opzeggen voor een want er zijn natuurlijk ook wat andere goden bij ons in het korps, dat weet je zelf ook. Ja, maar die zijn niet mod plus, snap je? Dat is ook weer iets. Ja, nee, dat klopt, maar zijn wel staf en hebben ook wel een hogere functie bij ons in het korps. Ja, nee, dat snap ik. En maar bijvoorbeeld, kijk, een verschil met een junior moderator en een mod plus, dat is toch wel een flink verschil, snap je? Ja, nee, dat klopt. Ik weet niet wat jouw taakpakket precies is, maar... Nou ja, 25 tickets als mod plus die je moet wegwerken was qua wapenrefunds. En die moeten dan... Daar ben je sowieso 20 minuten mee bezig als je heel veel POV's moet opvragen. Nou, dan, dat verraadt je over hoeveel tijd je daar aan kwijt bent. En dan, ja, nee, dan heb je de reports en dan moet je nog 9 uur politie erbij doen. Dus... Kijk, en in een junior mod die moet bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 150 reports doen en 10 tickets of zo. Snap je? Dat is weer een heel verschil. Klopt. En die kunnen dan makkelijker hun, hun takenpakket halen, snap je? Ja, nee, oké. Ja, kijk, het is natuurlijk, je solliciteert dat is het dus, hè? Om uiteindelijk ook de uren te halen, zeg maar. Ja, natuurlijk, dat begreep ik. Dus het staat sowieso in jouw, zeg maar, in jouw contractje, als het ware. Ja. Als we het zo kunnen noemen, natuurlijk. Ja. Nou, maar kijk, het ding is ook, je zegt wel, anderen halen het ook wel. Maar ja, die werken ook niet, denk ik, 36 uur per week naast, snap je? Ja, ik weet niet wat ze in privé doen. Ik weet wel dat ze dat weet ik wel, maar hoe lang en wat precies. Dat is echt van die kerel hierboven, joh. Nee, dan moet ik even horen bij, hoe heet het, man? Ja, laat me even weten bij hem, hè. Hoe het is ik denk niet dat zo'n gesprek heel veel gaat helpen meer, maar ja. Dan kan ik, kijk, als het niet uitpakt, kan je altijd maar even een PM sturen, ga ik even met Bartje zitten. Ja, maar ik laatst even jou zei, jullie zien mij ook niet in dienst. Ja, wij zien laatst hebben we dat gesprek ook gehad, ja. Wij zien jou wel in dienst, kijk, ik kijk zelf ook af en toe, zeg maar, in de koppelprio's of in de porto. Maar ja, om daar heel tijd naar te kijken van hoe lang is hij in dienst, dat kijk ik niet echt precies naar. Precies. Maar ik zie wel wanneer je bijvoorbeeld in dienst bent. Ook vanuit jouw bodycam. Heb je dat kijken, ja, maar ik ben niet echt vaak op bodycam. Ja, alleen dat kunnen wij niet op handelen natuurlijk. Op jouw bodycam. Kijk, dinsdag ben ik nog... je bent in dienst. Sorry, wanneer was dat? Volgens mij zaterdag ben ik nog in dienst geweest op stream. Maar vanmiddag ben ik gewoon letterlijk... Vanmiddag ben ik letterlijk gewoon in dienst geweest of nee, dat zou best kunnen, maar dan zou het... Kijk, het is van vorige week, hè, wat dat wordt gestuurd naar jou. Hi Chris, jongen. Jongens, ik geef jullie even een tip. Doe het eventjes in Discord. Iedereen kan het horen. We staan op ding. Ik zit boven, man. Ja, maar wij staan er boven en iedereen kan letterlijk jullie mee luisteren. Doe het even in Discord. Nee, ja, maar ik denk dat je daar wel bent. Hoef je niet verder hierover. Dat is gewoon goed. Ja? Fuck. Ja. Nee, ik ga wel even horen, dan komt het goed. Nee, tapje. Yo. Oké, yo. Ja, wat gebeurt er allemaal, maat? Dat zie ik allemaal. Ja, ik moet maar even horen bij die kerel dan. Ja, hij zegt nu wel, je moet meer in dienst zijn, maar ik, ja. Metacall, ja, dat heeft terug en dat mag dus ook niet, hè? Dat zegt net ik een staf, hè, Jasper? Severo. Dat zegt gewoon een staf. Die komt er even heen, gaat de PT. Yo, jongens, doe even in Discord. Uit dienst, Martin. Oh ja, dat is waar. Oh, sorry meneer, sorry. Ik moet even uit dienst inderdaad, man. Yo, man. Die kerel komt gewoon even een stafzaak, komt hij aangelopen. Yo, man. We gaan wel even naar... Joh, gewoon een gangmaat. Ja, maar waarom ook joinen, Bonku? Ik weet het oprecht niet. Of Masten is dat, voor mijn zit helemaal vol. 617 inderdaad. Snap je, dat is wel veel, man. Nou, misschien kan ik ook een keer met Frye of Ferdi en dat soort dingen mensen wel doen, man. Dat is ook wel leuk. Maar we moeten eigenlijk even naar die... Zullen we gewoon eens buurten bij die training boys, of dat niet? Zo zijn we buurten bij die training waarom hij dat bericht stuurt. Nou, we kunnen al even kijken wat daar gaande is. Wie weet zien we hem wel. Hij weet het allemaal niet. Als even kijken, boys. Misschien zijn hier gewoon mensen. Oh. Bluff? Ah, we gaan even verhaal halen, man. We gaan even verhaal... Yo, je is ook niet normaal druk, maat. Ga even verhaal halen, man, boys. Waarom krijgen we dat bericht? Maar ik snap het niet, want... Ja, ik snap het deels wel, maar ik snap het ook deels niet. Waarom krijg ik dat bericht als ik gewoon in diensten ben? Nee, ben je ontslagen? Nee. Ik krijg nu een PM, letterlijk, dat ik... Oh, yo! Dat ik actiever moet worden, man. Wat de fuck is hier gaande, maat? Maar ja, actiever worden, dat is allemaal leuk, maar ik ben dinsdag... Of zaterdag ben ik in dienst geweest. Vandaag ben ik op dienst geweest. Vrijdag ben ik nog in dienst geweest. Dus ik hou mijn uren wel gewoon volgens mij, hoor, maar... Nou, we gaan even horen. Wordt er nog baldadige dingen? Nee. Nee, maar ik wil gewoon verhaal halen hoe het precies zit. Push de likes naar deze, mijn boys. Let's go. Nog 50 gaan voor die 50. Gewoon lekker de onderwereld doen, joh. Ja, dat is wel lachen, hè. Maar dan moet ik even kijken waar ik dan... Als ik de onderwereld inga, waar ik dan ga. Dat is ook weer zoiets. Maar we gaan heel even kijken op de lege basis, man. Misschien is hij daar met die... Hij is met een training bezig, maar... Ah, Thomas, er staan heel veel tickets open, man. Echt heel veel. Er is nog 1 like voor de 150, man. Let's go, dank jullie wel. Ik ga... Als ik die lege basis oprijd, bro, ik ga sowieso ontslagen worden. Gaan ze zo... Nou ja, ik ga toch weg, maar dat zeggen ze toch van. Weet je, Marten gaat ook buurt weer die training, alles. We gaan even kijken, man. Misschien is hij hier wel. Misschien is hij ook wel niet, trouwens. Dat kan ook. Dat wil je toch? Ontslagen we ook niet. Ik wil gewoon even horen waarom ik dat bericht heb. En waar hij dat uit passeert. Maar is hij hier, is de vraag. Dan moet hij bij de eerste lood zijn, toch? Fuck. Nou. Gewoon stalken. Ja. Of ze hier bij de achterste. Of ze rijden er ergens rond, dat kan natuurlijk ook. Maar waar... Hij moet hier zijn, hij is met een training bezig, maar waar hij dan nu is? Hij heeft dat bericht gestuurd om... Even kijken... 8:12. Zat hij toen in zijn training? Ja. Toen zat hij in zijn training. Maar ja, waar is hij dan nu? Nou, hij is hier denk ik niet. Tenminste, ik zie hem niet. Ik ga hem spectateren, maar dat ga ik niet doen, man. Dat kan ik ook niet doen. Maar ik vind het raar waar hij dat baseert, want het ding is, ik zie hem nooit in dienst. Ja, en als hij er is, dan ziet hij mij niet ofzo. Ja, ik weet het niet. Als ik mijn staffunctie kwijt raak, dan moet ik dat vooral gaan doen. Ja, lalalala. Handjes. Ik weet niet waar die is, man. Die stuurrood zegt, wat bedoel je, Finn? Ik denk niet dat hij hier is, man, boys. Ik denk niet dat hij hier is. Dus dan ja, moet ik even wachten tot dat gesprek er weer is. Dan moet ik even wachten tot de gesprekken kunnen aanknopen. Maar hij stuurt mij ook een PM, dus dan stuur ik hem al een PM terug van... hoe het dan... Dus komen er wat meer in dienst zijn en mocht het niet kunnen vullen een aanwezigheidsformulier in. Nou ja. Die te waarschuwing geven, die Mike. Of Bart TK, hoe heet die? Ja, die. Hij zegt, mocht er geen gehoor aan het ding gegeven worden, heb je per direct ontslag. Dus als ik geen gehoor geef aan dat bericht, dan heb ik per direct ontslag. Oké. Nou. Dat is gezellig. Yo Les, leuk je kijkt, welkom. Ja. Nou, we gaan even kijken waar die is. Man is boos, ja. Nou, ik weet het niet. Ik heb... Ja. Man, ja, ik wil eigenlijk gewoon HB in de ballen zeggen, inderdaad. Ja, dat... Inderdaad dat. Maar ja, dan moeten we hem eens even horen. Wacht, is Vito in... Ik ga eens gewoon kijken of Vito er is. Misschien neemt hij op. Gaan we eens horen of dat überhaupt... Yo, Giovanni, welkom. Niet dat hij er is eigenlijk, maar... Een 5-6 man, boys, let's go, as jullie. De likes zijn ook lekker, ja. Nog eentje voor 150 inderdaad, man. We gaan crazy. Hij stuurt me iets volgens mij. Hij is aan het typen inderdaad, oké. Ben benieuwd. Hij is aan het typen. Wat ben je aan het doen? Ik ben even aan het rondrijden, man. In afwachting van een berichtje van de politie. Kijk, hij is gestuurd. Oh nee, nog niet. Hij is gestuurd aan het typen. Handjes. Ja, ik wil hem gewoon spreken inderdaad. Wil ik gewoon zeggen van, hè, hoe kom je erbij dat ik nooit in dienst ben? Want dat, ben ik... dat zien jullie toch ook, boys? Eerlijk? Tuurlijk, ik doe heel veel stafstreams. Maar jullie zien toch af en toe wel eens dat ik een politiedienstje doe. Maar letterlijk offstream doe ik ook gewoon politiediensten. Maar dat zien hun niet of zo dan. Ja. Het enige waarop hun kijken is via mijn stream dat ik, of ik in dienst ben. Dus dan letten ze nooit meer op de portal of ik daarin te zien ben. Dit is een slecht scenario toch? Ja, zoiets zag ik ook net. Hierachter inderdaad. Ja, Marty, ja. Nou, hier was net een gek scenario, maar dat is nu alweer klaar. Ja, ik blijf staffen, jongens. Ja, tuurlijk. Ik ga niet weg van staf. Ik wil gewoon politiekantoor, waarom ik... Oké, we gaan sturen een pin, jongens. Oké, het vervelende is dat we natuurlijk geen urenkloksysteem hebben, maar dat is geen probleem. We willen lekker actief zijn en let erop. Dat stuurt hij nu letterlijk. Dus... ja. Maar dan ben je er nog zeker weten, Spacecake. En ik ken jou ook zeker weten, bro. Welkom. Ja, het is niet al de eerste keer dat ik dit krijg, dit bericht. Dus ik word daar wel een beetje moe van eigenlijk. Ik zeg gewoon, hoe de fuck, waarom baseer je dit op zulke dingen, zeg ik gewoon nu. Ik vind het gewoon raar, man. Ik ben gewoon aanwezig. Lombanks, even kijken, misschien hangen hier wel guys rond, man. Hij staat op de weg. Hij staat bij de garage. Wat komen gangsters in dit dan? Er is kansje zeker, of niet? Stop! Dat zie ik allemaal, bro. Jalisco de kartellen. Ja, volgens mij ook. Oké, het ding is dus, ik heb al 2 keer eerder zo'n bericht gekregen dat ik actiever moest worden. En nu heb ik weer een derde bericht daarvan gekregen dat het mijn laatste waarschuwing is. Maar dat haalt voor mij echt geen motivatie meer uit om politie te doen als ik toch niet gezien word, snap je? Dat is een beetje hoe ik ernaar kijk. Yo, Erwieks, welkom man, bro. Erwieks, hey, ik ken jou nog van Groningen, toch of niet? Is dit de one and only? Is dit de one and only? Volgens mij wel, hè? Vakken zeker. Ai, lekker bro. Hoe is het met jou dan? Om een report doen, maatje. Ja, bro, het is niet report stad RP, hè? Yo, man. Martin. Yo. Oké. Hey, mag ik bij de politie werken? Gewoon, nee, man. Zeg maar, wanneer wil je mijn job hebben dan? Hé, hey, Martin, kan je niet even die rollen geven aan die guy? Ja. Ja, man. Wacht even, kan u me serieus gewoon nu een politie maken? Tuurlijk. Dat kan wel. Serieus? Ja, weer commissaris? Wat wordt het weer? Hoofdcommissaris. Doe gewoon voor de grap en dan snel weggaan. Wie is de hoofdcommissaris, bro? Wat wil je? Hou me niet weg, Ik serieus, ik wil echt een politie zijn. Wat wil je hebben, bro? Wat zei je? Wat wil je hebben voor job, bro? Heb ik een job? Wat voor job wil je hebben, maat? Ik wil gewoon agent zijn. Agent? Wil je DSI zijn of niet? Wat zei je? Kan je weer DSI zijn of niet? Ja, dat ben ik. Ja, DSI? Zou ik maar bij het korps werken als je al niet weet wat DSI is? Ja, dat wil ik wel zijn, Ja? Ja. Lekker man. Wat ga je doen, man? Ga je mensen neershoot of wat? Nee, ik ga serieus echt goed mijn werk doen. Ja? Ja, ik zweer het je. Sterk man, best een solstand hier heb ik voor me, denk ik. Ja, je weet zelf. Ja, misschien wel hè. Maar meneer, u wilt dus echt heel graag politieorde. Dan moet je bij Damien zijn trouwens man. Het is een beetje een moeilijk leven zonder auto en zo, weet je wel. Oh. Is dat niet Damien? Altijd taxis hebben zonder dat je zeg maar een taxi... Ja, ik kan je niet zomaar op de job zetten man. Wat zei je? Ik kan je niet zomaar op de job zetten man bro, helaas. Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik mezelf op de job zetten? Dat weet ik niet. Goedendag! Yo man. Hij wil politie worden. Hij wil graag bij Korms werken. Maar ja. Inderdaad. Ik zou hem aannemen hoor. Wat zei u? Ja, dan ben je maar deze aangenomen. Gefeliciteerd. Het is heel makkelijk om bij ons aangenomen te worden. Je gaat gewoon via mondeling en sollicitatie zoals je ziet. Ja, dat wil ik wel doen. Gefeliciteerd, vanaf bij deze ben je hoofdagent. Dat denk ik toch wel was, ja? Waar is mijn uniform? Die mag je aantrekken. Kom maar. Die moet komen. Kan ik in de kleedkamer. Zo'n man denkt echt dat die politie wordt. Kan je ook allemaal deuren en zo openmaken? Ja man. Ja man. Kijk maar. Je doet hem open bro, insane, kijk. De kleedkamer. Kom. Kom, kom. Naar binnen. Het is helemaal niet serieus dat die politie wordt. Ja man, wil je een politieautootje aan of wat? Ja ja. Die gritty. Maar kan ik nu zelf ook allemaal dingen openmaken en zo? Ja man. Kom maar rechtdoor, hierheen. Kijk, hier moet je naartoe. Hé, wacht. Als je hem nou gaan opsluiten in een cel, ga ik echt lachen. En dan kan je hier, zie je dat blauwe pijltje? Kijk, je moet hem even volgen man. Waar? Je moet hem even volgen, die agent. Ik bedoel Robin, je moet even Damien volgen met een gele vestje. Kom maar. Hier moet je heen. Dan gaan we hierheen. Gaat hier de toilet in. Gelijk rechts en dan nog een keer rechts, daar is jouw pashokje. Haha. Succes. Op een of andere manier geloof ik dat niet. Wacht wel. Nee, ik weet het. Maar je voelt niet naar binnen. Trouwens, wil je weten waar de wapenkluis is? Misschien. Kom, naar buiten. Kom maar mee. Ja, ik wil wel. Dat is een man, jongen. Antwoord aangehouden voor huisvredebreuk. Kom maar. Huisvredebreuk. Toen ik één kreeg ook zulke berichten. Ja, maar dat is het dus. Ik kreeg... Ja. Voor ons als streamer is het sowieso lastig. Kijk, ik ben Mol Plus, het is, ja, ik ben een beetje, het lijkt niet heel actief erop, maar... Dat gaat niet zo makkelijk, hè? Oké, maar dan wil ik tenminste een gun. Ja, kom maar, hierheen. Even kijken bij Lombank of zo, kan je misschien... Ja, ik kan mijn ontslagje indienen, maar... Hey, jongens, dat doe je niet, ik heb drugs. Hij laat de kerel. Hij laat de kerel. Yo. Man, is je boos, jongen. Martin, jij kan toch de greedy, of niet? Ik kan zeker weten de greedy. Oké. Waarom hoor ik daar allemaal mensen grapjes over maken of zo? Snap jij niet, je bent goed bezig? Ja. Oh. Ja. Oh, daar is de politietraining volgens mij. Ja, man. Ah, oké. Maar ik zit even... Ja. Ik zit in de twijfel. Om in dienst te gaan of om een godendienstje? Nee, om weg te gaan of hier te blijven, zeg maar. Oh, oké. Dus daar moet ik even over nadenken. Hier is de enge zeker. Let op, dus de greedy. Ai, nou. Jammer dat hij er niet in zit, ik zeg eerlijk. Ja, die moet wel komen eigenlijk, hè? Stel je voor. In sommige steden heb je default dance, hè? Hoppa, hoppa, hoppa. 4 subs, ja man boys, echt van jullie. Ga onderwereld, ja, ik wil eigenlijk even die kerel hebben, die... Ik heb eigenlijk even Mike nodig man, maar ik weet niet waar die is. Ik zoek hem. Dame, Damien. 4 subs man boys, abonneer sowieso even, wordt gewaardeerd, like die stream ook. Yo Vito, hey Vito, ik heb jou lopen te bellen in game, maar je reageert niet. Maar misschien heb je het al gehoord, ik ga waarschijnlijk weg bij de politie. Ja, ik weet dat ik ga sowieso weg bij de politie. Ik wil even horen of je wat connecties van me had, toch? Kijk, de Salazarol, hey. Dus wil je maar eens terugkijken, het is jammer dat alle goede agenten niet... Hé hey Martin, zou ik als een heel de stad laten exploderen? Exploderen? Dat zou ik maar niet doen. Ja, klopt man, Vito, nog geen stress. Bro, niet doen. Oké. Moet niet doen, ja. Kan ook niet, joh. Maar niet uit, Vito, maar niet uit. Nee, dan moet ik even later bij je berichten. Een broodje als je bent. Oh. Serieus? Nou, dat moet je niet vaak doen. Oh, is dat zo? Ja, ik heb ook gehoord dat je als je uit een blik bonen eet, dat je dan ook... Nee hoor. Wat? Wat raak je me zomaar aan? Wat gebeurt er? Ben ik opeens hier beneden. Iets belangrijks, nee, kijk. Het ding is, nee, Vito, ik wil gewoon naar de onderwereld, man. Dat is een beetje het ding. Want ik moet even kijken, ja, waar kan ik dan in? En misschien hebben jullie contact. Oh, what the fuck, zie ik. Zo, ik ben op je gevallen volgens mij, of niet? Ja. Zo. Ik wil gewoon even kijken of jullie dan eventueel, of bij jullie misschien een plekje is, of misschien bij een ander waar jullie weer connecties mee hebben die mensen zoeken, snap je? Zo een beetje gewoon. Meer heb ik niet eigenlijk, man. Ik moet die kerel even, ik moet Mike even zoeken, man, boys, maar ik weet niet waar hij is. Ik wacht op Mike, maar ja. Die heeft me dat bericht gestuurd namelijk, dan ga ik het hem gewoon vertellen. Nee, Jasper, wat dan? Ik heb een appel op een stokkie. Nee, dat er wel echt wel mensen bij willen, hoor. Heb je ook een appel op je stokkie, of niet? Nee. Ik heb een appel op een stokkie. Met een glazuurtje erop. Lekker, man. Ik heb een appel op een stokkie. Wat dat Mike stuurt, dat ik actiever moet worden in dienst. Maar ik... Net, ik ben al actief in dienst. Ik ben vandaag 2,5 uur in dienst geweest. Vrijdag ben ik in dienst geweest. Zaterdag ben ik in dienst geweest. Ja. Als ik dan niet... Ja. Dat niet gezien wordt, dan... Het is werkelijk al de derde keer dat ik zo'n bericht krijg dat ik niet actief ben. Terwijl ik gewoon al 3 keer mijn uren gewoon heb verantwoord en gehaald heb. Dus ja, op een gegeven moment ben ik wel een beetje klaar met dat bericht. En dan vind ik er op zich wil ik dan ook wat anders doen. Dus ik constant dat bericht krijg van, jij bent niet actief genoeg, dit en dit. Terwijl ik wel gewoon steeds ben. Ja, dat wordt gewoon op een gegeven moment frustrerend. Ja, Jasper, dat dus. Maar ik moet Mike even spreken, boys. Als we Mike hebben, dan komt het allemaal goed. Maar die moet ik even hebben hier. Maar ik weet niet waar hij is. Dat is een beetje het ding waar ik mee zit. Als ik hem even spreek, dan komt het allemaal goed. Maar ik wil eerst ja, hem spreken daarover. En anders moet ik Damien gaan zeggen, maar... Dan dien ik gewoon nu mondslag en dat kan ook. Even wegwezen, kerel. Hoe moet dat nou? Ah, is die kerel hier nog steeds bij dat ding? Wacht. Zoals je een stafstreek heb ik één uitgericht in een ding, man. Nou kijk, het ding is, ik zie die Mike bijvoorbeeld, dat is niks aan Mike, hè, maar ik zie Mike bijvoorbeeld niet echt heel vaak in de porto zitten. Dus ik vraag me af hoe hij dat dan controleert. Snap je? Dat is een beetje hoe ik er naar kijk. Hij stond met Popo, ja, ik denk het wel, man. Ik krijg constant een bericht dat ik actiever moet worden, terwijl ik wel gewoon steeds ben. Maar mijn vraag is dan, waarop baseren hun dat? En als ik steeds dat bericht krijg, ik heb het nu al 3 keer gekregen, dan ben ik op een gegeven moment wel klaar mee als politie, snap je? Want je constant dat bericht weer krijgt, je moet actiever worden. Ik heb geen vrienden. Hey, fucka! Yo, kerel, man. Ja, ik moet even in de gevangenis. Ik heb geen huis en ik heb zeg maar niks, snapt u? Ja, is dat ons probleem? Ik heb geen auto en ik... Oeh. Hey, kan iemand mij hier van een pasje even geven? Dat zie ik allemaal. Sorry? Kan jij misschien even komen? Ik ben niet toch? Ja, even om de 4 ogen. Ben je ook een kop? Nee, man. Kijk, 266 man met ogen mee, hè? Huh? Ja, het is gewoon meer... Dat hij... ik ga wel weg, sorry, ik ga wel weg. Hey, laat me maar weg, laat me maar weg. Ik wil niet geband worden ofzo. Okay, ik loop weg. Wat is geband? Ja, hij zit ook al heel tot bezig kankerwapen kopen en hoeveel kankerwapen. Ja, en ik weet het, het is een kerel die niks te doen heeft. Ja, hij komt hier ook gewoon binnen zonder... Ja. Ik weet het. Kan je daar niet iets tegen doen of? Nou, niet zomaar, man. Ja, hij is ook je binnengelaten net, dus... Dat is een beetje het ding. Zal even kijken. Ja, dank u wel. Maar nu moet even naar buiten toe. Shotgun. Hey, hallo, ik kan niet naar boven. Wat? Je moet even naar buiten, kerel. Mijn weet doet het niet meer. Wat is dit? Oeh, mooi. Je moet even naar buiten toe. Wat moet ik doen? Kun je hem even verbrengen of zo? Nee. Ja, diefje, dat is het dus. Alleen met D doet het. En deze A, maar... Oh, nee. Dank u wel, dank u wel. Hij bent aangehouden nu. Mag ik in het busje? Mag ik in het busje? Nee, je mag niet in het busje. Mag wel. Nee, alsjeblieft, alsjeblieft. Dat zie ik ook allemaal. Kut sirene, jongen, hier. Collega, pak alvast de auto weer. Ja, hier is Erik. Ja, nou ja, ik ga al even... Ik wacht eigenlijk even op die kerel, boys. Dan ding ik ontslag en dan zo weer weg, maar... Bart is er volgens mij nu niet. Ik moet hem ergens zien te spreken, maar ik zie hem niet. Wat gekke, ja, die kerel, jongen, die heeft hier niks te doen. Maar jongens, nogmaals, ik vind het heel erg leuk bij de politie. Maar op een gegeven moment wil ik gewoon wat anders, man. Echt laten bij ons gemeentehuis, alsjeblieft. Ook uitbrengen. Maar ik moet wachten tot hij er is. Ik zie hem nog niet. Dan loopt hij weer, hè? Ik wil eigenlijk bij de politie of zo, of bij de dingenswacht, maar dat kan weer niet, snap je? Ja, moet je solliciteren. Ja, weet ik, maar dat kan niet, omdat die dingen niet openstaan. Dan moet ik nog 2 weken wachten. Ja, die politie duurt nog wel even. Ja, dat bedoel ik. Dus dan moet ik 2 weken wachten en dan heb ik geen auto en geen huis. Ja, ik heb niet... Dat zie ik allemaal, ja, ik heb geen idee, joh. Nee, want bij mij gaat er alleen maar geld af op een of andere reden. Nou, mooi. Ja, we wachten op Bart, boys, maar ik weet niet waar hij is. Hé, is goed man, Finn. Later man, bro. Later. Ik wacht op Mike. Ja, als hij er niet is, wordt het lastig. Is dat zijn bom vol? Ja, klopt man. Hé, joh. Moest dat nou weer, joh? Wie de fuck is dat? Yo! Martin, Herman. Ah, nou is dit Vexton? Wat doe jij hier, maat? Wat? Wat doe jij hier? Ik kwam een politiemotor terugbrengen, als goede burger. Ah. Ja, diefje, I know, maar het ding is gewoon, ik heb nu al 3 keer dat bericht gekregen. Ik ben er op een gegeven moment wel klaar mee, snap je? Ik heb 3 keer dat bericht gekregen van je bent inactief. Nou ja, dan ga ik op een gegeven moment gewoon andere zinnen zetten, man. Maar hij is er nu niet, dus ik kan wel blijven wachten hier, maar dat heeft helemaal geen zin. Ja, Lex, politie blijft sowieso wel goed vrienden steeds, maar... Ja, als dat niks is, dan moet je even wat anders proberen. Meneer! Yo! Dat is een boete, hè? Oh. Ja? Gaat het zo spelen, ja? Oh. Oh, nee. Gaan ik Mars veel beter? En ik kan Mars ook wel goeie, maar... Ik weet het nog steeds niet, man. Ik zie het allemaal wel, joh. We zien het allemaal wel, jongens. Ik moet eerst gewoon zijn PMA wachten, man. Hij zegt nu, ik ga eerst met leiding in gesprek. Gaan we erover uitkomen wat het wordt. Nou, ik ga sowieso niet door, maar... Ja, zeg gewoon van, ja, weet je, jullie hebben me niet gezien. Op een gegeven moment is het gewoon een druppel dat ik constant dat bericht krijg dat ik dan weg ben. Als je me gewoon niet dat bericht hadden gestuurd, had ik er nou over kunnen nadenken dat ik er bleef. Maar ik heb nu al 3 keer zo'n bericht ontvangen dat ik actiever moet worden. Terwijl ik gewoon mijn uren gewoon haal. Dus dan ben ik er op een gegeven moment wel... vind ik het wel mooi geweest, man. Dat is een beetje hoe ik er naar kijk. Ja, man, dus dat is dat. Gewoon Alba een keer connecten? Ja, komt wel goed, joh. Komt allemaal wel goed. Hij connect hun echt wel een keer, hoor, maar het is even wel wachten. Ja, boys, het spijt me om te zeggen, maar ik moet er zo vandoor, man. Ik moet nog heel even wat doen voor mijn werk van morgen. Het is vandaag een hele korte stream, I know. Het is maar 2,5 uur. Normaal zijn jullie me gewend om veel langer dan ik live ben. Alleen vandaag is het niet een hele lange stream, jongens. Omdat ik zo meteen wat dingen moet doen. Maar wat ik wel ga regelen... Oh, oké. Wat ik ga doen, jongens. Ik ga zo meteen even dan met mijn werk bezig, natuurlijk. Maar. Ik ga dan wel meteen nadenken over... Als ik naar de onderwereld ga, wat ik dan ga doen. Dus ga ik naar... Ik weet toevallig... Dat bijvoorbeeld een paar mensen... Ik heb een paar mensen die in een wapendealergroep zitten... Waar ik eventueel misschien ook wel een keertje mee kan lopen. Misschien kan ik dat een keer als video dingetje doen. Of... Snap je? Dat zijn wel leuke dingen. Dus dat gaan we heel even bekijken hoe we dat een beetje het beste kunnen aanpakken. Maar vandaag ben ik helaas niet zo heel lang live geweest. Het spijt me ervoor, jongens. 2,5 uur vind ik alsnog wel lang trouwens. Maar voor mijn doen is het kort. Laat ik het zo zeggen. Maar sowieso, jongens, ik wil jullie echt enorm bedanken weer voor de stream. Het was hartstikke gezellig. Alleen... Ga je met trades mee lopen? Ik weet niet wie ze dat zijn. Intended for you. Geen idee wie dat zijn. Nee, ik moet gewoon even kijken, man, boys, maar het komt allemaal goed. Ik moet zometeen eerst even de video, die komt morgen online. Morgen komt er ook een nieuwe short online. Wees stream, dankjewel, Rick. Ja, alleen ik vind het gewoon jammer dat ik dan dat bericht steeds krijg. Maar dan gaat de video online. Morgenmiddag komt er een short rond een uurtje of 2:30. In de avond komt er om 6:30 een nieuwe video online. Of in de avond om 9 uur. Daar moet ik nog even naar kijken, man, want het komt allemaal goed. Dus Ja man, dat is dat. Maar ik baal gewoon van joh, dat bericht weer van die politie, man. Ik vond het, als je iemand vier keer zo'n bericht hebt gekregen, dan ben je op een gegeven moment wel klaar mee, man. Dat is een beetje het ding. Maar Rick, komt goed. Komt goed. Jongens, het komt allemaal goed. Geen stress. En in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar de stream. Ik hoop dat je het leuk vond. Sowieso echt van jullie support. Jullie waren weer insane. 160 likes alweer op de stream. Insane. En bijna die 8150 ook inderdaad, man. Dank jullie wel. Morgen ben ik dus helaas niet live. Woensdag ben ik er wel weer live. Dus check maar dan sowieso uit. En morgen dus een nieuwe short en nieuwe video. Check die uit. Echt van jullie. En zet nog allemaal een belletje aan. Mis niks op mijn kanaal, want het wordt allemaal heel dik. Sowieso, echt van jullie. Thanks voor de 2,5 uur lijpe stream. En... ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien bij een gloednieuwe short en nieuwe video. Jongens, jullie zijn de beste. S van jullie kijkers en love.